kijken. Zo, we gaan beginnen. Een hele, hele goede middag allemaal. Ik zie de laatste mensen hier nog binnen druppelen terwijl ik praat. We gaan van start. Goedemiddag allemaal. Welkom op deze 8e editie van de Goudappel AI-bijeenkomst. Ik ben heel blij dat ik fysiek hier gezichten mag zien. Dat is een beetje anders dan vorig jaar, waar het helemaal digitaal was. En dit jaar zitten we hier in een hybride vorm. Hè. Dus jullie zijn hier een deel fysiek aanwezig in Amsterdam. Dat is ook een deel dat we hier nu niet zien, maar die zijn er wel. Een groot deel dat ook online van hun thuiswerkplek volgt. Dus ook heel hard welkom aan al die mensen. Ja, welkom allemaal. Ik ben Pascal en ik mag samen met Christian vandaag deze hele dag voorzitten. Zullen wij beginnen met onszelf even voor te stellen? Ja, zal ik beginnen? Ja, mijn naam is Christian Quantes. Ik noem mezelf wel eens mobiliteitsstratege bij Goudappel. Dus ik werk heel veel aan mobiliteitsvraagstukken waar iets gebeurt met ruimtelijke ordening. Dus bijvoorbeeld de Merwede-kanaalzone of mobiliteitsvisies voor gemeenten en regio's. En nou, dat soort opgaven word ik heel blij van. En jij, Pascal? Ja, dankjewel. Ik ben Pascal Willems. Ik werk bijna 6 jaar voor Goudappel. En binnen Goudappel werk ik vooral aan mobiliteitsvisies, mobiliteitsplannen voor kleinere gemeentes, grotere gemeentes en ook regio's. Recent heel veel werk gedaan voor de gemeente Tilburg, met heel veel plezier. Ja, dus ik ben heel blij dat ik hier vandaag mag zijn. En ik krijg ook wel energie van het thema van vandaag. Zo hebben wij ons even voorgesteld. We zijn met heel veel hier vandaag. We hebben ongeveer een 200-tal aanmeldingen. Dat is het meeste ooit voor de AI-bijeenkomst. Ongeveer half-half verdeeld, dus de helft zit online, de helft zit hier in Amsterdam. Dus we kunnen geen voorstelronde doen, daarvoor zijn we met te veel. Maar ik ben wel een beetje benieuwd wat voor vlees we in de kuip hebben. Dus we gaan heel oldschool doen, niet met mentimeters en ingewikkelde dingen. Steek gewoon jullie hand op. Wie werkt er voor een gemeente? De grote, ja, toch een meerderheid zie ik. Mensen van adviesbureaus. Ben ik zelf ook? Ja, voilà, Christian, jij ook. Zijn er hier ook mensen die voor een universiteit, hogeschool of een opleiding werken? Hier in de zaal niet. Ah, voilà, hier van voor, Ines. Ja, hallo. Misschien online ook nog wel mensen. Nog een laatste vraagje. Wij werken eigenlijk, toch in ieder geval ik in mijn werkveld, op het raakvlak tussen mobiliteit en ruimte. Ik ben wel heel erg benieuwd voor jullie zelf. Als je nu naar vraagstukken kijkt in ons werkveld, benader je dat dan vooral vanuit de mobiliteitskant of vanuit de ruimtelijke kant? Wie zijn de ruimtelijke mensen hier, die toch vertrekken vanuit ruimte? Oké. Ja, ik zie een twijfel. Ik denk mobiliteit, handen omhoog. Ik zie ook vaak mensen 2 handen omhoog steken. Dus inderdaad, we denken heel vaak integraal en samen. Dus dat is heel mooi. Dank jullie wel, toch een beetje idee van wat voor mensen hier vandaag aanwezig zijn. Dan stel ik voor dat we naar de inhoud gaan. Samen ruimte maken, ontwerpen in de stad in tijden van transitie. Waar gaan we het over hebben vandaag, Christian? Ja, ik heb een paar plaatjes meegenomen. Misschien mag ik de eerste eventjes ervoor hebben. Want we komen al 8 jaar bij elkaar. En waar we steeds meer achterkomen gedurende deze jaren, is dat mobiliteit steeds meer transformeert van een soort technisch ambacht naar echt een maatschappelijke opgave. Hè. Ik heb hier even wat plaatjes meegenomen. Hè. Het gaat om bijvoorbeeld de opvangen van heftige regenval. Discussies rondom meer veiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. Hè, 30 km per uur. Hoe ga je om met nieuwe vormen van logistiek? Hoe stimuleer je bijvoorbeeld ook dat kinderen ook echt ook buiten kunnen gaan spelen als ze dat willen. He, de stal van vraagstukken rondom mobiliteit die niet zozeer technisch van aard zijn, maar echt maatschappelijk. En dan misschien even het volgende plaatje. Dat sluit eigenlijk heel goed aan op een advies van de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur die eerder dit jaar is gepresenteerd. En daarin wordt heel duidelijk gezegd: mobiliteitsoplossingen, laten we die niet alleen bezien vanuit het oogpunt van bereikbaarheid of autobereikbaarheid, hè, IC-verhoudingen, intensiteits-capaciteitsverhoudingen, file, lengtes en dat soort zaken. Maar laten we mobiliteitsoplossingen steeds beter bezien vanuit die overkoepelende maatschappelijke doelen. En zij noemen zelf daar het woord brede welvaart ook bij. Nou, vanuit Goudappel proberen we daar ook echt ook onszelf in te ontwikkelen. Dus wij werken ook wel eens met de sleutel, zoals wij het dan noemen. Van ja, een mobiliteitsstrategie is eigenlijk pas geslaagd als de mobiliteitsstrategie bijdraagt aan een aantal hogere doelen die niet alleen over verkeer gaan. Nou, daar gaan we zo meteen nog meer over vertellen. Als ik even naar de volgende mag.
Ja, dus wij proberen ook onze missie en onze visie ook daarop te enten. Dus nu is die ongeveer geformuleerd als, ja, wij zien onszelf als mobiliteitsexperts die gericht zijn op een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving. Dus niet op een efficiënt mobiliteitssysteem, maar een veilige leefomgeving voor iedereen. En daarmee komen we ook wel een beetje bij het hart van waar we hier vandaag bijeen zijn. Nou, hier bijvoorbeeld even plaatjes ook uit het mobiliteitsplan voor Tilburg. Ja, je kan zeggen van, nou, het zijn wel leuke plaatjes, maar er zit echt gedachte achter. Hè? Bijvoorbeeld het verminderen van de hoeveelheid verharding om beter om te gaan met heftige regenval, periode van droogte. Ook bijdragen aan betere oversteekbaarheid van plekken, hè? Bijvoorbeeld wijken waar grote sociale vraagstukken zitten. Hoe kun je die optimaal koppelen aan de rest van de stad bijvoorbeeld? Maar bijvoorbeeld ook het verminderen van snelheden, zodat mensen ook gewoon nog durven gaan fietsen in drukke steden. He, dus dat soort opgaven zitten allemaal achter dit soort grappige, mooie plaatjes. He. Het is meer dan een plaatje alleen. Nou, dan heb ik als laatste nog een laatste beeld. En nog eventjes die sleutel. Vandaag zullen we ook vooral gaan nadenken over het aspect sociale inclusie. En vanuit de techniek denk je van, wat kunnen wij daar nou precies mee? Nou, dat hopen we vandaag ook wat meer vorm te gaan geven. Dus dat even in de notendop eigenlijk waar we het vandaag over willen gaan hebben. Nou, wij willen niet alleen in Nederland kijken. We hebben ook onze internationale partners in ons netwerk gevraagd van hoe zij kijken tegen mobiliteit in tijden van transitie. Dus en daar hebben we een korte impressie, een soort filmpje van wat we willen laten zien. This is a touristic city and is always divided between normal life and tourism. And the big question behind all is how to make room for the city in transition and for these big challenges, tourism and normal life. And the metropolitan city in this moment is developing the Samp, the metropolitan Samp, and the eastern part of the metropolitan city is developing the master plan, the mobility master plan. Göteborg is in the middle of a transition from being a big town to becoming a city. And this transition requires a shift towards a more sustainable way of transporting. Mobility is really on the agenda. Here you see the Hisingsbron that was newly inaugurated. More connections in order to cross the river are planned here in Göteborg. For example, a bridge uniquely for pedestrians and cyclists, as well as a tunnel for trams. Barcelona is famous for its grid structure. But this structure was designed for cars, so they took up most of the space in the city. But the mindset of the city changed. We see more and more pedestrians, cyclists and scooters. And they needed space too. So Barcelona introduced its first superblock in 2016. The city carved out blocks of car-free space, rerouting car traffic around blocks. And this concept influenced many cities around the world. Dankjewel Christian ook voor de toelichting op het thema. Ik ga jullie nog eventjes meenemen in het programma voor vandaag. Ja, voilà, daar verschijnt het. Het welkom hebben we nu wel ongeveer gehad. We gaan in het eerste deel, tot ongeveer denk ik, 3:30, gaan we een aantal sprekers laten passeren in twee blokken. Met daartussen een korte pauze. Het eerste blok zal Christina en Ines een presentatie geven. Dan hebben we een korte pauze, die zal hier plaatsvinden. Daarna gaan we verder met een tweede blok sprekers. Pieter Polman, Doreen van der Wielen, Rianne Roeleveld zal ook iets vertellen en Arjen Jensen. Daarna hebben we een iets langere pauze. Dat is ook het einde van ons online programma. Dus dan moeten we jammer genoeg afscheid nemen van de andere helft die online vanuit hun thuiswerkplek volgt. En dan na die pauze gaan wij samen nog verder aan de slag in een aantal workshops en thematafels. Maar daar volgen we straks na de lange pauze allemaal pitches over. Dus daar ga ik jullie nu niet helemaal mee vervelen.
Ik stel voor dat we gewoon van start gaan met de eerste spreker. En die mag ik aankondigen. En die eerste spreker is Christina Knauf. Zij is associate architect bij MVRDV. Dat is toch wel een toonaangevend architectuur- en stedenbouwkundig bureau, waar wij als Goudappel ook echt wel heel graag mee samenwerken. En zij gaat iets vertellen over transities in de stad en vooral vanuit een stedenbouwkundig perspectief. Ze gaat in op allerlei ontwerpstrategieën en acties die we kunnen nemen voor inclusievere klimaatadaptatie. En gaat ook vooral in hoe MVRDV als bureau dan ook bijdraagt tot duurzame en veerkrachtige steden. Voilà, dan is het aan jou, Christina. Ja. Dankjewel. Zal je op de klikker, alsjeblieft. Ja. Nou, dank voor de introductie. Je kunt mij horen, neem ik aan. En ook hartelijk dank voor de uitnodiging vandaag hier te zijn. Het is mooi om een volle zaal te hebben. Ja, zoals al gezegd, ga ik vandaag kort voorstellen hoe MVRDV werkt aan de transities van de steden en hoe wij integrale ontwerpstrategieën toepassen en acties ondernemen voor inclusieve klimaatadaptatie. Korte introductie. MVRDV is een globaal opererend ontwerpbureau voor architectuur, stedenbouw en landschap. Wij werken vanuit onze kantoren in Rotterdam, Parijs, Shanghai, Berlijn en gauw ook New York aan een heel breed spectrum van ontwerpopgaves op ruimtelijk niveau. Maar altijd kijken naar natuurlijk de links met mobiliteit, met duurzaamheid en andere stedelijke thema's. En u kent ons misschien van gebouwen zoals de Markthal in Rotterdam of de Depot die net geopend is in Rotterdam naast Boijmans van Beuningen. MVRDV heeft sinds de roots zeg maar, gewerkt aan de opgave van de urgenties van onze planeet, van de groeiende bevolking, terwijl eigenlijk de planeet steeds meer onder druk komt te staan. Dus die opgave wordt ook vertaald in onze ontwerpen, zoals bijvoorbeeld in de Expo 2000 Pavillon in Hannover, waar we stedelijke dichtheden stapelen met natuur en innovatie om te tonen hoe wij in de toekomst met die groei die wij doormaken, samen met die planeet op een goede manier kunnen wonen en leven en existeren. En we zijn allemaal ons heel erg bewust over de recentelijke ontwikkelingen in dat veld. En ook hopelijk bewust daarvan dat wij allemaal actie moeten ondernemen, urgent actie ondernemen, om deze thema's verder te versnellen. Eigenlijk oplossingen te verzinnen om de transitie te versnellen. Dus hoe draagt MVRDV bij aan deze transitie naar duurzame en veerkrachtige steden? Wij focussen niet alleen op architectuur, maar ook op een soort participatieve stedenbouw, waarin we op verschillende schalen en met verschillende groepen van mensen stad maken richting een wonderbaarlijke en optimistische toekomst. En drie projecten wil ik vandaag graag voorstellen aan u. Dat zijn bijvoorbeeld de Mobility Challenge in Rotterdam. Dat is een pilotproject wat wij samen met verschillende ontwerpbureaus en de gemeente Rotterdam hebben geïnitieerd. De Haagse Grachten, een project wat we samen met bewoners hebben uitgewerkt. En de supervisie in de binnenstad van Eindhoven, waar we samenwerken met de gemeente Eindhoven. Next. Dus het eerste project is de Mobility Challenge in Rotterdam. Dit is een project wat wij echt in samenwerking met de gemeente en ontwerpbureaus en de bewoners hebben recentelijk gerealiseerd. Het gaat om het gebied wat u hier ziet, zijn pointer. Het hoogkwartier in Rotterdam, vlakbij station Blaak, als u de stad goed kent. Ons bureau zit in het hart hier daarvan, naast het park. Het is een heel mooi gebied, maar het is ook heel erg gewoon verhard. Het is een wederopbouwwijk met focus op ook autoverkeer, heel veel parkeren, niet erg veel groen. En dat ziet u ook terug in de kaarten over bijvoorbeeld hitteoverlast en wateroverlast in dit gebied. Dus in eerste instantie hebben wij in een stadslab voor het hoogkwartier gekeken hoe wij onder andere de openbare ruimte en mobiliteit kunnen linken om dit gebied klimaatadaptiever te maken in de toekomst.
En we hebben natuurlijk ook een beetje fun gehad hiermee, een beetje lol. Maar deze bijeenkomst in het park diende ook vooral om mensen te informeren over de actuele situatie. En ook om vrijwilligers te vinden die mee wilden doen aan die Mobility Challenge, waarin elke vrijwilliger een aantal maanden haar of zijn auto heeft geparkeerd in een stadsgarage aan de rand van de stad. En zich bereid verklaard om tijdens die periode gebruik te maken van de Mobility Hub, die wij in die buurt bereidgesteld hebben en georganiseerd hebben, samen met onze partners. En dan dus hun dagelijkse bewegingen uit te voeren met huurfietsen, bakfietsen, elektrische fietsen, elektrische auto's en verschillende manieren van duurzame mobiliteit. En het resultaat was natuurlijk dat we meer dan 40 parkeerplekken in deze buurt vrij konden maken voor vergroening en voor maatregelen die op lange termijn deze buurt klimaatadaptiever maken, die water opbergen, die bijdragen aan biodiversiteit en de bestrijding van hitteoverlast. En stuk voor stuk gaan wij verder met deze opgave. En je ziet ook, ik kom hier dagelijks in dit gebied natuurlijk, omdat ons kantoor hier is. Je ziet ook continu dit gebied veranderen en groener worden. Het tweede project wat ik graag wil voorstellen is de Haagse Grachten in Den Haag. Dat is een strategische visie die wij samen op initiatief met de bewoners van de binnenstad van Den Haag hebben uitgewerkt. Dit is een visie, als je kunt zien, een mooi plaatje, zoals Christian al zei, maar met heel veel gedachten erachter. Dit is de historische situatie van de Den Haag, Haagse binnenstad. Je ziet traditionele grachten hier, gewoon veel waterverkeer, maar ook gewoon ruimte voor fietsers en voor voetgangers. Dit is hoe het nu eruit ziet. Het is best een contrast, denk ik. Heel erg verharde oppervlakte en focus op autoverkeer. En u ziet ook aan de linkerkant bijvoorbeeld op dit plaatje best wat soort van intrusie van nieuwe architectuur in deze soort van in dit historisch weefsel van de stad. Dus de vraag hier was, hoe kunnen we dit weefsel veranderen van een autofocus en een soort van architectonische disruptie van het soort van traditionele beeld van deze plek in een integraal transitieplaatje, waarin we de geschiedenis gebruiken om naar de toekomst te kijken. Waarin we de grachten terughalen om de stad veerkrachtiger te maken voor water, bijvoorbeeld in de toekomst. En tegelijkertijd dat linken aan nieuwe mobiliteitsconcepten in de stad en ook meer gebruik maken van architectuur om deze plekken te activeren en ook herinnering of links te maken met de geschiedenis van de plek. Dus we hebben een plan ontwikkeld en straten geïnventariseerd en uiteindelijk een netwerk ontworpen voor een soort van activerende straten waarin we de grachten terug kunnen halen in combinatie met transformatieprojecten in de stad die plekken dan ook weer activeren. En natuurlijk een catalogus gemaakt van wat zijn mogelijkheden om straatprofielen om in straatprofielen niet alleen water terug te brengen, maar dat ook te combineren met slimme manieren van bereikbaarheid en duurzame bereikbaarheid. En hier wat beelden, hoe dat eruit kan zien in de toekomst. De Amsterdamse verkade kan zo eruit zien. Ik denk dat het wel echt een aantrekkelijk beeld is. Of bijvoorbeeld de Herengracht kan zo transformeren. Dus Spui bijvoorbeeld naar dit beeld. Prinsengracht kan echt veel meer water hebben. En de gedempte gracht ook weer. En bijvoorbeeld Paviljoensgracht ook. En zo ziet u dat u, terwijl wij terugkijken naar de geschiedenis, de stad ook veerkrachtiger en adaptiever kunnen maken in de toekomst. Het laatste project wat ik wil laten zien is de binnenstad Eindhoven. Winnie Maas is supervisor voor de binnenstad in Eindhoven. Wij werken al 4 jaar lang samen met de gemeente hier. Dit is het plaatje van de visie. Ziet er een beetje gek uit misschien. Maar het toont dat wij die enorme opgave van verdichting en woningbouw die alle onze steden betreft grijpen.
ook met de kans om niet alleen te verdichten, maar ook te verrijken qua programma, diverser te maken, ook voor diversere gebruikersgroepen. En tegelijkertijd de stad doorwaardbaarder te maken, meer bereikbaar en groener vooral. Dus wij werken nu samen met de gemeente aan deze visie. En dit wordt ook integraal vertaald naar verschillende afdelingen met die we samenwerken. Bijvoorbeeld voor vergroening, voor upgrades van de openbare ruimte en voor verdichting. En de basisvisie is eigenlijk een hele simpele. U ziet hier aan de linkerkant dat de binnenstad van Eindhoven eigenlijk het missende schakelstuk is voor het landschappelijk netwerk in en rondom Eindhoven. En daarom is onze visie te zeggen, oké, deze binnenstad moet groeien in een nationaal park van Eindhoven. Dus dat is de basis, het basisidee voor deze nieuwe binnenstad in de toekomst. Op basis waarvan wij ook ontwikkelingen begeleiden en stimuleren om hier creatief aan mee te denken en diverse ideeën te ontwikkelen hoe dit gecombineerd kan worden met verdichting in de stad en upgrades van bijvoorbeeld meer waterberging in de stad of doorwaardbaarheid. En er zitten een paar hele basic regels aan vast. Ik ga die nu niet uitleggen, maar het zijn ongeveer 10 regels waar mensen zich aan kunnen oriënteren, die een beetje houvast geven voor kwaliteit. Voor de rest nodigen wij hun uit om mee te denken en hun eigen draai daaraan te geven. En tegelijkertijd vragen wij aan hun ook om een bijdrage te leveren van elke ontwikkeling die ook bijdraagt aan upgrades van de openbare ruimte in de stad, van waterberging, van toegankelijke daken bijvoorbeeld, om ook die groei van groen die nodig is om die woningcapaciteit in de toekomst te bedienen en de stad verder leefbaar te houden en nog leefbaarder te maken, te realiseren. We werken samen met alle initiatieven. Maandelijks zitten wij bij elkaar met de gemeente. En we praten over die ideeën die in de stad vanuit verschillende ontwikkelaars bijvoorbeeld of gewoon bewoners bestaan. En helpen hun om hun een zetje te geven in de goede kant en ook hun ideeën verder te ontwikkelen. En hierdoor krijgen we een soort van potpourri van een nieuwe toekomstige binnenstad. En erste ideeën komen tot stand in architectuur, maar ook, u ziet hier, de eerste transformaties van de openbare ruimte in de realiteit. En u ziet ook hoe dat concept van het Nationaal Parkbeeld krijgt. En uiteraard monitoren wij ook, wat is de impact hiervan? Hoe dragen deze acties bij aan de toekomst van deze binnenstad? Dus als conclusie, wij hopen dat onze participatieve stedenbouw bijdraagt aan de transitie naar duurzame en veerkrachtige steden. Wij doen dit als basis altijd, zoals eerder ook genoemd in de introductie, als integrale ontwerpopgave. Wij bekijken elke opgave integraal en kijken niet alleen maar naar mobiliteit bijvoorbeeld of water, maar proberen dat in stedelijke systemen te combineren en oplossingen te vinden die een soort van win-win situaties creëren voor al deze systemen. En we kijken niet alleen naar lokale acties, maar ook naar de manieren van opschalen. Op dit moment zijn wij bezig met een strategie voor Luxemburg, op regionaal en nationaal niveau. Hoe kunnen wij lokale acties verankeren in een nationale strategie voor transitie? Hoe kunnen wij dingen die wij niet meer willen langzaam uitfaseren en nieuwe dingen langzaam tot stand brengen samen met alle acteuren? En hoe kunnen we dan weer vanuit deze perspectieven lokale acties genereren in het land? Die uiteindelijk wel natuurlijk weer bijdragen aan de duurzaamheid en veerkrachtigheid van het hele systeem op nationaal niveau. En dat hierdoor hopen wij samen bij te dragen aan klimaatadaptieve, inclusieve steden van de toekomst, die ook een optimistisch beeld schetsen van deze toekomst. Dank u wel. Heel erg bedankt, Christina. Wat ik mooi vond hoe je dat zei, is van ja, ook een beeld brengen van een wonderbaarlijke toekomst. Hè? Dat dingen die er nog niet zijn, toch verbeelden en laten zien van hey, wat is er mogelijk? Wat ligt er misschien voorbij de horizon? Heel mooi, ja. Wij willen ook jullie aan het woord laten, maar dat doen we aan het eind van het blok. Dus we gaan eerst eventjes verder.
Jullie hebben net een kort filmpje gezien en we gaan nu naar het tweede deel. Een aantal concrete transitievoorbeelden in Venetië, Barcelona en Göteborg in Zweden. So more space for cycling, it means more space for a sustainable tourism. This is the case of Cavallino Tre Porti, a small town in the metro area of Venice. And this year, a part of a long cycle path along the lagoon was opened. And once completed, this cycle path will be a ring along the lagoon of Venice. At Urbanista, we are anticipating for this transition by being part of projects on both sides of the river in Göteborg. We are working from planning and urban processes, such as Pumpgatan on Hisingen Island, to being a part of the construction sites, such as mobility management in the Hisingsbron project. The superblocks in Barcelona facilitate many transitions. Instead of making space for cars, they create space for cyclists, more green, more biodiversity and social interaction. And over the next decade, Barcelona will convert its entire central grid. At least 80% of the streets should be shaded by trees in summer, while at least 20% of the surface should be able to soak up rainwater and improve flood resilience. Nou, het is hartstikke leuk om zo even bij de buren te gluren, om het zo maar even te zeggen. En nou, we gaan gelijk door naar Berlijn. Dus ik wil Ines Kagan wil ik graag vragen. Kom maar naar voren. Zij is managing director bij AIM Institute in Berlijn. Zij heeft sociologie gestudeerd en daarna gepromoveerd op mobiliteitsplanning. Ik vond het zelf een ontzettend interessante combinatie. En zij heeft zich ook daarna gespecialiseerd in het onderwerp gender en mobiliteitsvrijheid. Dus een heel prikkelend onderwerp. En we zijn heel benieuwd. Ze geeft veel adviezen ook aan gemeenten en mobiliteitsaanbieders. En I turn the floor over to you. You will present in English. En afterwards, the questions can be, de vragen kunnen gesteld worden in het gewoon in het Nederlands. Dan gaan wij het vertalen voor de mensen die dat het liever hebben. Yeah, thank you. Thanks. Yeah, unfortunately, I don't speak Dutch, but I'm sure you understand me. Hi, thank you for having me and giving you the opportunity to speak about gender-inclusive design in public spaces, why this is a thing and what can we do about it. And yeah, I'm all the way here from Berlin, and I want to give you four key messages today. First of all, I want to show you why this is important, why is this a thing, and what's behind that. And I prepared some numbers for that, and then I'm going to give you some insights on the effect of fear of crime and crime. What does it do? Because that is one of the issues. And of course, I'm going to present some design guidelines, how to solve the issues. And at the end, I want to point out that we need to address this issue holistically, and you will know by the end of this presentation what I mean with that. So let's start with a couple of numbers. So first, 80% of the women from a study from the UK, all ages, stated that they've already had experiences with sexual harassment in public spaces. When you consider the age category 18 to 24, it's even 97% of the women that stated that they have already experienced sexual harassment in public spaces. So the second number is from an analysis from an analysis in Germany from Magdeburg. I don't know how to pronounce that, Magdeburg in English, so it's a German city. And
This number stands for the visibility of women in public spaces, because 9% of the names of the streets, of the names that have an actual name, are from female person, and the rest is from men. And this is considering 9% of all the streets that have a name from a person. So in 2012 in Vienna, there was a similar analysis with all kinds of different spaces, not only street names. And there it was 8%. So yeah, that's a big issue still. And the next number is from a study from a research from Germany, where they gave women a voice to point out on a map where they feel safe and where they don't feel safe, and what's the circumstance behind that. And almost half of the incidents that were reported there gave the women an insecure and unsafe feeling because of a suspicious person. And that was the number one reason in this study, and followed by, I think, 24% with bad lighting. And 12% with empty streets. So you might know the saying that it's not actually empty streets that are women afraid of, or dark alleys. It's people who commit crime that is what women are afraid of. And the last number is a number that stands for the allocation of public space. And from the age on, 8 years on, the public space, when you have a look at how it's allocated for activities that are typically male or typically female, like soccer on a playground, for instance, or basketball courts or whatever, skating areas, 80% can be male-dominated. So, and 20% is exactly the number as well that women said in Germany, in 20% of the places they feel safe. So that highly correlates. Okay, what does that do then? So what's the effect of crime and the fear of crime? Crime is the actual incident that happens, and that shapes our experience. And through the lifetime, we develop our own experience, our awareness. And the fear of crime is what makes us change our behavior and adapt our strategies. So women feel less safe in public spaces and in public transport, same as members of the LGBTQ plus family. And that leads to a development of strategies, how to deal with that, how to cope with that, starting from, okay, I don't go out late at night, I don't take that route there where there's no light, I don't travel alone, and things like that. Even to the point where women in less developed countries more often, but same as here as well. I did that as well. I don't know if anyone noticed this, but or have the same experience. Do you know that you can weaponize some items when you feel unsafe, like having your keys between your fingers and walking home when you're by yourself and a bit scared? So that's another strategy that a lot of women have, that they deal. Ooh, what happened? Sorry. So all of this leads to the point that where women and other than male people start to avoid specific places, specific routes, times where and they are outside in public spaces. And at the end, this leads to some sort of social exclusion from social participation, because mobility and being outside is key to quality of life. And we see all that all over the world. We see that still in developed countries. We see that in Europe. And I'm going to give you some design solutions now. They come from Vienna, because they're really, really far with the gender mainstreaming and urban planning. And I'm just giving you an overview. So we have orientation, which means you need to know where you're going. You need to know which route you're taking. Overview and visibility means that you need to know, okay, what's behind the corner in the dark alley. It means as well that you are able to see what's outside from the inside. And that, of course, goes along with lighting and illumination. In addition, we have accessibility. You need to plan routes and the space so that there are no obstacles, no detours are needed.
Another thing is livening up places, meaning bring life to that place. Because abandoned places mean the opportunity for crime. And in addition, they increase the subjective feeling of insecurity. And it helps when there are other people, when you think, okay, yeah, there is someone in case something happens. So you are feeling safer. Accountability means that you can give the responsibility of a place to a community. So that gives some sort of social control. And that goes along with conflict avoidance in insufficient spaces, where when there's not enough space, conflicts arise. And I really liked the last one, which is removal of dirt, including picking up garbage, but also removing graffiti, because that has an influence on our subjective feeling of safety. And I just had a master's student writing his master thesis about planting in public stations and how that increases the feeling of safety. And he found a gender difference there as well, so really interesting. Okay, so those solutions are just design suggestions from Vienna, how to handle that. The thing is that you cannot just lighten up the whole city, and you don't know when you're an urban planner or a transport planner, you don't know where exactly everything happens. So what you need to do is you need to involve women and other people, not only women, but other gender roles as well. You need to involve local women because they are the experts. They know where they don't feel safe. They know what is going on and where and when they don't feel safe. Use that, use them as experts and give them a voice. Then the other thing is that design is actually a local thing, meaning that it's nice wherever it's implemented, but if you put some lamps in a street, then you have light there, but like 100 meters further, it's dark again. So you just basically shift the crime to different places. And as I said, you cannot light up everything. That's just not possible. And what you need to do is you need to consider the underlying issue, which is women not feeling safe, and women being seen as victims of sexual harassment or crimes. And like those local design measures, they need to go along with some creating awareness campaigns and things like that. So, and if you improve public space for women, you improve it for everyone. And that's the holistic view that I wanted to give you. And with that, I'm actually at the end of my input. If you want to know more about that, then join me in the workshop. And if you have questions about my background or what we do at the AEM Institute, then just be there. Thank you very much, Ines, for your enlightening presentation. I found it very recognizable. I also used the key technique before. And also fake phone calls works very well as well. So it's nice to see that there's actual things that we all can do in our daily jobs to make environments better for women, but exactly for everyone. So I think, thank you so much. I would like to call you back and Christina as well. En dan gaan we eens kijken of er vragen zijn. Dus Christian gaat hier de zaal ingaan en kijken of er hier in het AI Filmmuseum vragen zijn. En ondertussen hou ik de chats online in de gaten en kijk ik of er online vragen binnenkomen. Nou, aan wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, ik kom naar je toe. Misschien leuk als je even zegt wie je bent en wat voor organisatie. Ik ben Bart Klaassen van de gemeente Maastricht. Ik had een vraag over de presentatie van NVRDV. Over die grotere dichtheid, het creëren van grotere dichtheid in de binnenstad van Eindhoven. Als je zoveel meer mensen naar die binnenstad haalt, of laat werken, of laat wonen, krijg je ook veel meer verkeersbewegingen. Krijg je misschien ook beweging van auto's. Hoe zie je dat? Want dat lijkt me dan weer niet zo sustainable. Nee, klopt. Kan ik de micro hebben? De micro? Ja.
Ja, oké. Okay. Yes. Klopt, daar kijken we ook naar samen met de verkeersdeskundigen van de stad. Maar wat u ook ziet, wij kijken op dit moment alleen naar de binnenstad natuurlijk, dat is onze opgave. En die binnenstad is eigenlijk bereikbaar binnen 15 minuten vanuit het centraalstation. Dus ons idee is eigenlijk, we proberen eigenlijk iedereen de fiets en de eigen voeten te laten gebruiken om te bewegen. En natuurlijk ook dan het station vooral te gebruiken om naar andere plekken in Nederland of waar dan ook te komen. Maar ja, dat klopt. Natuurlijk is het een opgave op grote schaalniveau. Hoe kun je mensen beter laten bewegen? Wij zetten in op dus trein, fietsen, dit soort duurzame mobiliteits... zeg je dat, modes? Oké, dankjewel. Richard, jij zit hiernaast. Jij had ook een vraag. Yeah, thank you. Well, thank you for the both presentations. I have a question for Ines. If there is a project in the city and you invite all the people from the streets, including women, children, but the people who come to that event to think about plants are 95% old men like me, what should you do? You should change your way of communication. We know that. The content that you communicate, you can have a gender bias in there because some topics are more interesting to women. And no, that's not a natural thing. That's how we are socialized. And that's the content. And the communication channels are different as well. So you have to have a look at where you distribute your calls for participation and how you formulate them. But I know what you mean. Oké, nog andere mensen die graag vraag stellen of willen reageren? Ik zie hier vooraan nog iemand. Oké, misschien leuk om me even voor te stellen. En, Hans Voorknecht van een Nieuwe Kijk. Aan Christina. Mm-hmm. Je ziet het steeds het probleem van ongelijkheid. En de vraag is of die prachtige oplossingen die jullie bedenken, ook voor mensen met een laag inkomen en dat soort dingen bereikbaar zijn. Mm-hmm. Want we zien ook de prijzen in de steden alleen maar de pan uitreizen. En het zijn prachtige verhalen, maar is het niet zo dat we steeds maar de mensen met een prima inkomen aan het bevoordelen zijn ten koste van de lage inkomens? Ja, hele goede vraag. We zien elke keer dat een initiatief langskomt. De gemeente heeft ook eisen voor sociale woningbouw bijvoorbeeld, hè, of betaalbare woningen. Dus er is een sleutel vanuit de gemeente hoeveel percentages per ontwikkeling in een ontwikkeling moeten zitten. Dus wij werken ook echt met de initiatiefnemers daaraan om die percentages erin te krijgen. En ook het geheel met alle ambities natuurlijk. En dat is best een puzzel haalbaar te maken. Maar er zit per ontwikkeling een bepaalde aantal woningen bijvoorbeeld in, die betaalbaar zijn of die ook passen bij het aanbod wat nog mist in de stad bijvoorbeeld, hè, voor sociale woningbouw of voor lagere inkomensklasse. En er zitten ook minimaleisen bijvoorbeeld aan voor oppervlakte van woningen. Dus, geen te kleine woningen of alleen maar te kleine woningen maken of zo. Dit soort ambities bespreken we met de gemeente ook op schaal van de hele binnenstad en het centrum. Dus het is een puzzel, moet ik zeggen. Maar we werken daar echt hard aan om dat erin te krijgen in elke ontwikkeling. Dank voor je vraag. Mooie vraag ook. Hè? Het gaat over inclusiviteit van mannen en vrouwen, maar het gaat ook over inkomens. Hè? Zorgen dat iedereen goed mee kan komen. Heel mooi. Ja, er zitten ook een aantal mensen zitten natuurlijk mee te kijken online. Ik kijk even naar jou, Pascal. Heb jij nog vragen binnengekregen die leuk zijn? Ja hoor, ik heb hier een aantal vragen vanuit de chat binnen. Eerst ook eentje voor Christina. Mm-hmm. Het gaat over het voorbeeld in Den Haag. Het is een vraag van Michel van Dongen. Mm-hmm. En die vraagt zich af in hoeverre dat de ruimte die je teruggeeft aan water, en voor al dat water, in hoeverre je dat kan combineren met de ruimte die nodig is voor verkeer. En mm-hmm. als voorbeeld bijvoorbeeld openbaar vervoer. Ja. En daar zou er graag iets meer over willen weten. Ja, het plaatje had ik kort laten zien. Er is een hele catalogus ontwikkeld voor straatprofielen. En in elk profiel hebben we niet alleen maar gekeken naar hoe kun je dat water erin krijgen, maar ook hoe kun je het combineren met vervoer. En in sommige opties zitten gewoon ook onder het water een mobiliteits... of een openbaar vervoer of een parkeergarage of dit soort dingen. Zeker niet vergeten. Ja. Even kijken, ik zie hier ook nog een vraag voor Ines. It's a question from Jos Brouwer.
He's talking about The Death and Life of Great American Cities by Jane Jacobs. Should we reread it again and include the Jane Jacobs walks? I don't know if you're familiar. No! I don't. I'm sorry. But maybe someone else can answer that. I don't know. I think maybe a quick one. I think we should all read that book. We should read that book, yes. I actually have it in my book. There you go. Send me the name. I'll text you the name. Perfect. Thank you. Let me see. I have another question coming in for Ines. It's by Bas van den Hurk. He says, thanks, Ines, for your presentation. It's very good to hear that there is such a strong inclusion to strengthening safety across all of its dimensions, and that this approach should be a standard protocol in the redevelopment of streets. So it's not necessarily a question, but he's like congratulating you on your presentation. Even kijken, zijn er nog vragen in de zaal ondertussen? We hebben nog eventjes, dus ik ga nog even iemand. Stel je nog even voor en dan brand los. Een hele korte vraag hoor voor mevrouw links. Wat was haar naam? Ja, Christina. Christina, sorry. Ik zag in een van jullie plaatjes zeg maar, van 40 parkeervakken dat jullie naar groen waren gegaan. Volgens mij was dat in Rotterdam. Ik werk voor de gemeente Purmerend als verkeerskundige en voor mij is het best wel lastig om soms, het is in Purmerend best wel taboe om laat staan 1 of 2 of 3 parkeervakken weg te halen in een wijk. Ja. Wat hebben jullie gedaan zeg maar, om die transformatie voor elkaar te krijgen dat jullie van 40 vakken naar mooi groen zijn gegaan zeg maar, in dat gebied? Nou, in eerste instantie heel veel gepraat met de mensen in de buurt en ook uitgelegd hoezo het interessant kan zijn. En ook volgens mij waren ook heel veel zorgen over hoe zij hun dagelijkse leven kunnen organiseren zonder de auto. Hè? En dat is ook begrijpelijk. Maar we hebben gewoon in eerste instantie dit als experiment georganiseerd. Dus tijdelijk, 2 maanden volgens mij, of 3. En we hebben van alle bewoners in de buurt, hebben we volgens mij 40 ongeveer, hebben ja gezegd. Wij hadden natuurlijk de hoop om meer mee te krijgen, maar dat is een goed begin. Hè? Want het experiment werkte, dus die 40 mensen waren blij met de oplossingen die zij dagelijks konden gebruiken. En het is ook heel erg zichtbaar voor andere mensen in die buurt nu, of zelfs in de stad, wat het eigenlijk oplevert. Dus we hopen ook te inspireren dat in de toekomst andere mensen denken van, oh, misschien kan ik het ook wel doen, misschien lukt het wel. En zo stuk voor stuk meer mensen mee te krijgen. Ja, precies. Dus we hebben in de buurt een soort van hub georganiseerd voor die periode van 2-3 maanden. Waar dan echt een soort van hele batterij van elektrische auto's, van deelfietsen, van bakfietsen, wat ook maar nodig leek, van de scooters of zo. Die waren toegankelijk voor iedereen die meedeed. Dus, en het is een loopafstand van 5 minuten of zo vanuit die buurt naar die hub. Dus we konden elke dag gewoon gebruik maken van deze deelmobiliteit. En achteraf werd het natuurlijk geëvalueerd en zo. Maar het was een experiment, tijdelijk. Ook dat groen wat u zag, was tijdelijk. Sommige zijn weer weggehaald, maar we zien nu ook dat sommige plekken gewoon vrij blijven. En dat we ook die permanent kunnen transformeren naar permanent groen. Dus het duurt een tijdje. En we hopen dat het langzaam een soort van draagvlak genereert. Ja, ik vind het wel heel leuk om te horen trouwens. Hè. Vanuit mobiliteit zijn we vaak best wel voor verdichting. Omdat het zorgt voor nabijheid en misschien minder verre ritten. Dus minder infrastructuur nodig. Mm-hmm. Nou, jullie maken hele mooie plannen daarbij. En vervolgens moeten we vanuit mobiliteit natuurlijk ook weer een heel goed mobiliteitspakket erbij verzinnen. Om die mobiliteitstransitie te faciliteren. Ja. Dat is wel heel fascinerend. Mm-hmm. En ook inderdaad van, ja, een Amsterdam, een Utrecht, een Eindhoven, een Purmerend of een Groningen of een Emmeloord. Ja, het is natuurlijk altijd maatwerk ook. Mm. Ja, ja. Zeker. Ja. Ja. Even kijken. Ik zit even kijken naar de tijd. Hebben we nog eventjes of moeten we... Ja? Heb jij nog een leuke vraag? Ik heb hier nog eentje die ook online is binnengekomen. Ook eentje voor Christina van Bas van den Hurk. Die is benieuwd hoe je meet of doelen behaald worden. En gebruik je daarvoor de principes uit de Smart City... of gebruik je daar iets anders voor? Dus hoe meet je of je doelen behaald worden? Hoe wij onze impact meten? Nou, we hebben verschillende tools daarvoor. En die zijn ook gedeeltelijk nog in ontwikkeling, moet ik zeggen. Of altijd in ontwikkeling eigenlijk. En we gebruiken tools voor bijvoorbeeld voor carbon. Hè? Wat is de carbon impact van onze gebouwen? Daar hebben we ontwerptools voor, maar ook gewoon berekeningen die wij doen. Hetzelfde geldt voor
Bijvoorbeeld, even denken voor wateropberging en dit soort dingen. Mobiliteit moet ik zeggen, daar werken we altijd met adviseurs samen, zoals jullie. Dus we vertrouwen daar ook heel erg op. Natuurlijk, evaluatie is heel erg belangrijk in de projecten, tijdens het ontwerpen al, maar ook natuurlijk na oplevering. Dus het is een beetje een zoektocht, eerlijk gesagt. We hebben voor bepaalde dingen redelijk concrete tools, maar sommige zijn nog een beetje in ontwikkeling. Ja, soms is het ook gewoon moeilijk om te meten. Ja, ja, nou kijk, wat wij ook vaak doen, is dat wij een soort van theoretische berekeningen maken, die niet soort van wetenschappelijk correct zijn, maar die gewoon een indicatie geven van waar praten wij eigenlijk over. Hè? Bijvoorbeeld in Eindhoven hebben we berekend, als wij zoveel vierkante meter groen toevoegen aan de stad door al die maatregelen, hoeveel bijen kunnen erbij. Hè? Dat soort van een extrapolatie van wetenschappelijk onderzoek, maar we weten dat het niet zo werkt in realiteit, maar het alleen om een soort van schaal te begrijpen. Ja. Dat gebruiken we ook vaak. Oké, dankjewel. Ik heb ondertussen geen vragen meer online binnengekregen. Oké, okay, nou misschien nog een laatste nabrander. Jazeker. Ja. Ja, Bas, dan zijn we voor de 8e keer hierbij. Je bent toch een beetje de founding father van de ei-bijeenkomsten. Goed. Dat was ook niet vaak. Nou, stel je even voor. Bas, I have a question for Ines. With my working in Germany, it was obvious that the gender issue is very important in Germany, much more discussed than in other countries, I feel. Have you any explanation why it's in Germany that it's so important? I would say I have a different feeling about that, because I think, for instance, in Vienna, like urban planning, they're really far. In Paris, this is a topic. I think in the Netherlands, it's just not a topic yet. And in Germany, especially in when it comes to gender and mobility, it's like the 1.5 years, the past 1.5 years, it has been like really raised the awareness for this, because women move differently, they have different preferences, requirements, the mode choice is different and things like that. And especially in Germany, where the automotive industry is very male-dominated, very traditional, very hierarchical, it's like a very masculine topic. So there, on the other side, there's this poll creating of women working in mobility and working on mobility for women and other people than men. So I think in Germany it's starting to be a contrast to this very traditional automotive industry. And I just noticed that my last name is spelled I don't have an E there, an A, but I think that's fine. I think you. It's good that you mentioned it. Yeah, I just saw it. I was like, who is that? It's been on there though for like a while. Yeah. I want to see it now. Okay. Let's see. Ik heb nog een follow-up vraag van Christina. We hadden het over die doelen en hoe worden die behaald. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk de hele context niet, maar er wordt er bij doorrekeningen, evaluaties ook gebruik gemaakt van MKBA's. Niet in alle projecten, maar in veel projecten werken we ook samen met financiële adviseurs bijvoorbeeld. En die doen deze analyses voor ons. Wij proberen die kennis op te bouwen, maar natuurlijk zijn er specialisten voor. Dus, ja. Samenwerking hoor ik hier. Precies, de evaluatie. Ja. Zeker. Gewoon breed aanvliegen en samenwerken. Dan denk ik dat we ongeveer gaan afronden hier. Thank you both for your input, your presentations. And I think we see both of you in the workshops later. Dus dan kunnen jullie nog verder praten, discussiëren met Christina of Ines. En dan gaan we nu richting een korte pauze. Ik hoor dat er koffie klaar staat. Voor de mensen thuis, die op hun thuiswerkplek zitten, die moeten voor hun eigen koffie zorgen. Sorry, dat hebben we niet kunnen regelen dat die nu bij jullie voor de deur staat. Neem een kopje koffie thuis, neem een plaspauze. Als je dat leuk vindt, links bij jullie in beeld staat een knop waar speed daten op staat. Als je mensen wil ontmoeten, misschien oud-bekenden tegenkomen, nieuwe mensen ontmoeten, druk daar vooral op. Dan ga je met elkaar in gesprek. En voor de mensen hier, we zien jullie terug om 2:15.
En we blijven hier, de koffie komt naar jullie toe. Dus we blijven zitten, de koffie komt hier naartoe en we gaan wel dadelijk even kijken hoe we dat gaan regelen. Je mag de koffie terug meenemen naar je plek waar je zit. Dank jullie wel en dan zien wij jullie over een goed kwartier. Graag terug zitten.
Even kijken. Nou. We staan aan. Nou, super fijn dat u allemaal weer een plekje opgezocht heeft. Dan gaan we verder met het tweede blok. Ik zat net even te bedenken, Pascal. Het is wel heel grappig. Met ons tweeën bestrijken we eigenlijk het hele Nederlandstalige deel van Europa. Want ik zal je vertellen, ik kom zelf uit een plaatsje helemaal in Noordoost-Groningen. Daar ben ik opgegroeid. En jij komt echt helemaal uit de andere hoek. Ik kom, maar dat horen jullie misschien wel. Ik kom uit het verre België, de stille Kempen daar, dichtbij Antwerpen. Maar dan heb ik wel één opmerking. Ik weet niet of er mensen uit Zuid-Limburg hier zijn. Handen omhoog. Ja, kijk, die komen van nog zuidelijker dan ik. Dus nog zuidelijker mensen hier aanwezig. Maar zeg, Groningen, ik ben eigenlijk nog nooit in Groningen geweest. Nee, maar ik heb daar wel iets van gehoord. Blijkbaar. Is het mooi? Ik heb ook gehoord dat de mensen vooral heel rustig zijn. Klopt dat ook? Ja, nou, een beetje generaliserend, hè, maar ik kom echt uit de Noordoosthoek. Als het, stel dat jij zou vragen aan mij, hoe was de bijeenkomst? En ik ben echt heel enthousiast. Dan zal ik zeggen van, joh, kom minder. Dat zou ik dan zeggen. Toch een beetje een vreemd volk. Wij zouden zeggen, het was keigezellig. Ja. Toch wel een beetje een andere manier van dingen omschrijven. Ja. Nou, laten we verder naar het programma gaan. Wij gaan naar de Velperweg in Arnhem. Dat is ook een beetje tussen ons in, hè? Tussen Vlaanderen en Groningen in. En ik wil graag Pieter Polman en Dorien van der Wielen naar voren vragen. Pieter is adviseur erfgoed en Dorien is landschapper. Ik heb in het voorgesprek, je had het over historische kwaliteiten herstellen, meer verblijfskwaliteit introduceren voor mensen en het verbinden van landgoederen, zodat mensen kunnen recreëren. En ik hoorde Pieter zelfs zeggen, coole routes. En dan weet ik niet of hij nou bedoelde cool of cool. Maar goed, dat mag je zo meteen uitleggen. Ik geef aan jullie het woord. Ja, bedankt allemaal voor de aandacht. Wij beginnen met een fantastische film die eigenlijk al heel veel laat zien van onze ambities die we in Arnhem hebben voor de Velperweg. Dus ik zou zeggen, schiet maar los met die film. De Velperweg is een van de oudste wegen in Arnhem. Het is de historische verbinding met Velp, Dieren en Zutphen. De weg ligt aan de oostkant van de stad en is van grote betekenis voor de bereikbaarheid van Arnhem. Deze verbindingsroute heeft een rijke historie en leidt langs diverse landgoederen zoals Angerenstein, Rennenenk, Sacré-Cœur en Brombeek. Fietsers en voetgangers ervaren de Velperweg als erg onveilig. De weg heeft de twijfelachtige eer om op de vijfde plaats te staan op de lijst van de meest onveilige wegen in Gelderland. Het deel van de Velperweg, tussen de Rapotseweg en de A12, heeft een zeer brede rijbaan met smalle fietsstroken, terwijl dit onderdeel is van de provinciale hoofdfietsroute. Per etmaal rijden ongeveer 14.000 motorvoertuigen en ruim 5.000 fietsers over de Velperweg. Door deze verkeersdrukte en de brede rijbaan is het voor voetgangers lastig om over te steken. Complexe en grote kruispunten zorgen voor vertraging bij het openbaar vervoer. De Velperweg was ooit een statige laan langs historische landgoederen. De laatste 50 jaar is deze weg veranderd in een stenige en brede weg met vooral aandacht en ruimte voor het autoverkeer. Op veel plaatsen is de bomenlaan verdwenen en hebben de bestaande bomen weinig ruimte. De weg is momenteel niet goed berekend op extreem weer. Het vele asfalt zorgt voor hittestress en bij hevige regen is er veel wateroverlast. Er spelen dus meerdere opgaven in het gebied van de Velperweg. Hoe kunnen we deze integraal en in samenhang met elkaar aanpakken? Met veel trots presenteren we hier onze ambitie. Met dit integrale toekomstbeeld maken we de Velperweg klaar voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Met dit plan zetten we in op meer veiligheid, met extra aandacht voor fietsers en voetgangers. Daarnaast zorgen we voor voldoende ruimte voor de bus. De weg krijgt een uitstraling die past bij de cultuurhistorische landgoederen en parken. We zorgen voor minder asfalt en meer groen en maken het gebied duurzamer. De weg heeft nu een zeer brede rijbaan van 12 meter breed. Dit is onnodig en leidt ertoe dat automobilisten vaak harder rijden dan is toegestaan.
Een smallere rijbaan in het groen zorgt voor een meer verkeersveilige woon- en leefomgeving. In het plan krijgt de fietser een veilig en vrijliggend fietspad. Zo wordt de Velperweg een volwaardig onderdeel van de provinciale hoofdfietsroute. Op dit smallere deel van de Velperweg zijn nog verschillende oplossingen mogelijk. Hierover gaan we in gesprek met belanghebbenden en maken we later een keuze. Door de breedte van de weg en het hardrijdende autoverkeer is het momenteel lastig om hier als voetganger over te steken. Het nieuwe plan biedt meer ruimte voor voetgangers. Met meerdere zorginstellingen in het gebied is het essentieel hier extra aandacht te hebben voor ouderen en minder valide. De complexe inrichting van de kruispunten zorgt voor onnodige vertraging bij het openbaar vervoer. We passen de kruispunten aan, waardoor de bus beter kan doorstromen. Zo krijgen we een meer betrouwbare dienstregeling en wordt het nog aantrekkelijker om met de bus naar de stad te gaan. Op veel plekken heeft de weg nu nog nauwelijks relatie met de historische en groene omgeving. We maken de Velperweg weer onderdeel van de landgoederenstructuur, geven extra ruimte aan groen en bomen en maken de historische beken weer zichtbaar. Door de ligging van de voet- en fietspaden in het groen voelt het alsof je op het landgoed bent. Op veel plaatsen langs de Velperweg zijn geen bomen meer aanwezig. Een brede groene berm zorgt voor voldoende ruimte, zodat de bomen kunnen uitgroeien tot volwaardige en grote bomen. De Velperweg draagt bij aan de duurzame ambities van de stad. Er is aandacht voor circulariteit, klimaatmitigatie en biodiversiteit. Minder asfalt en meer groen zorgen voor betere waterinfiltratie bij piekneerslag en voor minder hittestress. Zo maken we de Velperweg meer klimaatadaptief. De afgelopen jaren zijn al vaker plannen gemaakt voor dit deel van de Velperweg. Deze zijn echter nooit tot uitvoering gekomen vanwege de forse omvang van de noodzakelijke aanpassingen. Maar nu is er een unieke kans. In 2022 staat de vervanging van het riool en reparatie van het asfalt gepland. Dat betekent dat we tegelijkertijd ook de weg kunnen aanpassen. Zo is er maar één keer overlast door werkzaamheden en bovendien is het goedkoper om deze zaken samen aan te pakken. We kunnen de gemeentelijke budgetten combineren met een bijdrage vanuit provincie en Rijk voor fiets, veiligheid en hoogwaardig openbaar vervoer. Nu is het momentum. Het is tijd voor een renaissance van de Velperweg. Dit is onze kans om deze brede en onveilige asfaltbaan te transformeren naar een fietsvriendelijke en groene boulevard. Zo maken we de Velperweg met haar rijke historie samen klaar voor een mooie, groene en duurzame toekomst. Nou, dat was ons opwarmertje, om het zo maar eens te zeggen. Mijn naam is Pieter Poelman en ik werk als erfgoedadviseur bij de gemeente Arnhem. En Dorien? Ik ben Dorien van der Wielen. Ik ben bestuursadviseur bij Stedenbouw en Landschap en ben landschapontwerper. En we willen jullie nu even meenemen in een presentatie. Dus als de presentatie ook tevoorschijn getoverd zou kunnen worden. Hij werkt op dit moment niet. Nee. Ja, gelukkig, de PowerPoint-presentatie. Zoals jullie hebben gezien, hebben we in Arnhem prachtige landgoederen, waar ook die Velperweg doorheen gaat, die jullie net hebben gezien. En er is een mobiliteitsproject en dat mobiliteitsproject, daarvan willen we juist nu de kans gebruik maken om ook die weg te gaan vergroenen. En om even iets meer te zeggen over die landgoederen. Je ziet hier in ieder geval gestippeld de plek waar op de Velperweg het project plaatsvindt. De landgoederen in Arnhem staan eigenlijk niet op zichzelf. Want er is eigenlijk een hele gordel aan landgoederen met de regiogemeente van de gemeente Arnhem. Zo zie je aan de linkerkant helemaal Wageningen. En aan de rechterkant zie je helemaal Dieren. Dat is eigenlijk een hele gordel aan historische landgoederen die ook wel genoemd wordt het Gelders Arcadië. En die bevinden zich eigenlijk aan de voet van de stuwwal van het Veluwse plateau.
Dit zijn de landgoederen waar het over gaat binnen het projectgebied. Linksboven landgoed Renne Enk, Sacré-Cœur, landgoed Brombeek linksonder. Dat is op dit moment is dat een militair tehuis. En aan de rechterkant landgoed Angerestein. Vroeger was de Velpenweg een hele lommerrijke straat. Er was een dubbele laanbeplanting vanuit de 19e eeuw. En je ziet al aan de plaatjes die je hier ziet, linksboven een toch een hele lommerrijke straat. Veel groen, mensen lopen in de schaduw. Dat je al linksonder ziet dat er al bomen gekapt zijn voor de tram. Dat kun je ook zien op die plaatjes. En vervolgens aan de rechterkant zie je eigenlijk een straat die alleen nog maar wordt gedomineerd door verkeer en is het groen helemaal verdwenen. Nou, wat houden we over nu per saldo? Een hele kale straat zonder laanbeplanting, beplanting überhaupt, geen schaduw. Het zijn ontzettend hete plekken ook in de zomer en ja, daar proberen we met het project ook iets aan te doen. Ja. Ja. Zal ik hem overnemen? Ja, neem hem maar op. Ik heb het door, denk ik, op het groene knopje. Ja, een ander onderdeel naast de erfgoed inclusief ontwerpen zijn we ook gaan kijken van welke opgaves hebben we op dit moment. En een daarvan is de klimaatadaptatie. Arnhem is een bekenstad. We zijn ook ontsprongen aan de Jansbeek. Maar aan dit stuk van de Velpenweg steken gewoon een viertal beken over. Ik zei dat ik het door had. En wat je eigenlijk zag in het verleden, toen de landgoederen nog veel prominenter aanwezig waren en de lommerrijkheid nog te zien was, dat er inderdaad die koele routes al altijd waren, dat water benut werd voor ja, vertier, vermaak, verkoeling en dat er altijd ook ruimte was om dat water op te nemen in het straatprofiel. Als we kijken naar de huidige beken op dit moment, dan zijn ze alle vier overkluisd en zelfs moeilijk vindbaar. Dus de herkenbaarheid van die bekenstad op dit stuk is er niet. Een andere wateropgave is bij wateroplast, overlast. Op het moment dat er een flinke wolkbreuk is, dan kun je hier je roeibootje tevoorschijn halen. Klimaatadaptatie gaat natuurlijk ook over hittestress en verkoelende effecten. Je ziet hier heel mooi de blauwe linten van de landgoederen nog liggen. En het zou zo prachtig zijn als we die verkoeling ook meer richting de stad kunnen brengen. Dus ook dat is een opgave die we mee hebben genomen. Ja, wat is ook hier dan de eindstand? Ja, wateroverlast door de verharding, hittestress en overkluisde beken. Nou, hoe hebben we dat nou integraal bedacht? Eigenlijk hebben we gezegd van we willen sowieso een versmalt wegprofiel. Dan willen we daar standaard eigenlijk altijd een groene berm tussen. En vervolgens de fietspaden en de voetpaden. En die willen we door de landgoederen meer heen trekken, zodat het niet alleen een snelle route van A naar B is, maar misschien ook meer een belevingsroute. Dat je denkt, dit is een hele fijne en mooie plek om even te zijn. Ik laat mijn auto staan, ik ga op de fiets. Of in het openbaar vervoer natuurlijk, dat je daar stapt. En daarnaast is er ruimte voor waterberging in de groene randen. En starten we ook nog cultuurhistorisch onderzoek, omdat we juist die lommerrijkheid en de landgoederen weer terug willen brengen hier. Of de beleving daarvan. Nou, de huidige situatie is gewoon een enorm breed verhard profiel. En hier meer vergroening, de beek beter zichtbaar en ruimte voor voetgangers en fietsers. Wat we ook willen proberen is dat de landgoederen weer beter zichtbaar zijn vanuit de Velpenweg. Dat betekent dat eigenlijk ondergesneeuwde historische toegangen weer eigenlijk worden gereactiveerd. Dus die krijgen weer een gezicht aan die Velpenweg, zodat mensen ook echt het gevoel hebben als ze over de Velpenweg rijden van hey, hier is de toegang tot dit park. Dus is niet meer weggestopt. Volgende. Een belangrijke opgave is ook een rotonde die bij Brombeek wordt aangelegd. En daarin zijn we eigenlijk in gesprek ook met het landgoed zelf, met landgoed Brombeek.
Want met het project voor verbetering van de Velperweg zien we ook dat andere landgoedeigenaren die langs de Velperweg bevinden, dat die eigenlijk heel veel kansen zien voor meekoppeling. En met Brombeek hebben we al hele constructieve gesprekken en die zien eigenlijk alleen maar kansen om ook hun landgoed weer beter op de kaart te zetten. Historische zichtlijnen weer te verbeteren, historische beplanting weer aan te brengen, zodat het eigenlijk een win-win situatie is. Wij krijgen een veilige route, een klimaatadaptieve route en eigenlijk zie je dat het ook een gebiedsoverstijgend project inmiddels is geworden. En we ook allerlei keukentafelgesprekken voeren met de landgoedeigenaren. We hebben voor dit project ook een aanvraag gedaan bij de Erfgoeddeal. De Erfgoeddeal is op zoek naar voorbeeldprojecten die cultuurhistorie erfgoed inzetten om ruimtelijke verandering mogelijk te maken. En als Arnhem zijn we in ieder geval gekozen ook om als project mee te doen, als een voorbeeldcasus waar het Rijk graag wil laten zien van kijk, zo kun je erfgoed inclusief ontwerpen met zulke soort hele belangrijke hedendaagse opgaves. En daar zijn we heel blij mee en we proberen nu ook die ambitie die we hebben, proberen we vast te houden in de verdere planuitwerking. Bedankt voor jullie aandacht. Dank jullie wel, allebei. Ja, ik vind het heel interessant om te zien hoe dit zo integraal is aangepakt en hoe jullie echt aan de slag zijn gegaan met dat momentum dat jullie ook noemden, zeker in het filmpje. Alles komt echt op het juiste moment bij elkaar en kijk wat je dan gedaan kan krijgen. Dus heel mooi om te zien. We gaan eerst verder met de volgende presentatie en na dit blok mogen jullie nog terugkomen en dan gaan we eens kijken of er vragen uit het publiek zijn of online. Maar dank jullie wel alvast. En dan gaan we door met de volgende presentatie. Oh, je mag de klikker hier geven. Dat ik hem niet kwijtspelen. We gaan door met Rianne Roeleveld. Welkom, Rianne. Rianne is mobiliteitsdeskundige bij Goudappel, dus een collega van mij. Ze werkt vooral op strategische projecten, op het raakvlak tussen mobiliteit en ruimte. Daar krijgt ze energie van. En Rianne die gaat praten over openbaar vervoerknopen als sleutels in de mobiliteitstransitie. En ze gaat het denk ik vooral hebben over het feit dat een OV-knopen niet alleen een plek is om over te stappen, maar dat het ook een plek is voor de mens, een plek is om te zijn en om te verblijven. Dus Rianne, aan jou het woord. Dank je wel. Even kijken hoor. Nou, dit gaat lukken. Welkom allemaal. En inderdaad, nou, Pascal, je hebt al een mooie introductie gegeven. En bedankt dat ik jullie hier een verhaal mag vertellen. Het gaat dus inderdaad over OV-knooppunten als sleutels in de mobiliteitstransitie. Maar voordat ik wat ga vertellen, heb ik eigenlijk eerst even een vraag aan jullie. En dat is namelijk de volgende. Wat is een OV-knoop of een station waar jij graag komt? Denk er eventjes over na. Ik stel eerst even een vraag aan Pascal. Pascal, wat is een OV-knoop of een station waar jij graag komt? Voor mij persoonlijk is dat Antwerpen Centraal. Ik weet niet of er mensen zijn die hier wel eens in Antwerpen Centraal geweest zijn. Ik zie heel veel mensen knikken. Het is vooral voor mij een heel prachtige omgeving, heel mooie architectuur. En als ik daar een keer moet wachten om een internationale trein te nemen, altijd heel lange wachttijden. Maar dat is eigenlijk gewoon een heel leuke plek om te zijn en om dingen te doen. Dus dat is voor mij mijn OV-knoop. Dankjewel. Nou, dan ga ik nog eventjes hier aan de voorzijde. Mag ik jou de vraag stellen? Wat is voor jou een OV-knoop waar je graag komt? Ja, ik weet niet of de meeste mensen er zijn geweest, maar ik ben ooit in Madrid geweest, in Atocha. En daar hebben ze echt een soort van hele mooie binnentuin gemaakt in het oude deel van het station met allemaal palmbomen en zo. Dus echt prachtig daar. Ik ga hem nog eventjes herhalen, zodat de mensen het digitaal ook gehoord hebben. Madrid. En mede vanwege daar de aanwezigheid van een mooie binnentuin met palmbomen. Dus echt die verblijfskwaliteit inderdaad, die jij daar ook uitlicht. Nou, dit is mooi. Hier wil ik graag eventjes op doorgaan vandaag. Maar eerst eventjes een terugblik. Velen van jullie kennen ze wel. De sleutelprojecten. Ik zie hier meerdere mensen knikken in de zaal. De Wokkel. De levensgrote Wokkel in Arnhem. Een architectonisch hoogstandje. De Groene Loper in Breda, prijswinnend. Utrecht Centraal, ja, zoveel reizigers. En Den Haag Centraal met 218 wiebertjes die in de zomer opengaan als het te warm wordt in het station.
En natuurlijk Rotterdam Centraal, die echt een soort van haaienbek heeft, die zichzelf openstelt richting die stad. Maar ook omgekeerd, die ook echt welkom heet als je er naartoe loopt. Rotterdam Centraal, ook echt een nieuw beeldmerk geworden voor de stad. Echt een plek om te verblijven. En daar gaat het ook echt om. Het is een nieuw stadscentrum geworden eigenlijk. En ik zie dat ook wel echt als een drager van die mobiliteitstransitie. Je moet er naartoe willen. En als we die mobiliteitstransitie daadwerkelijk wat verder vorm willen gaan geven, ja, dan moeten we meer van dit soort plekken gaan creëren. Dus daar ga ik jullie vandaag in meenemen. OV-knooppunten zijn wat mij betreft dus een van de sleutels om die mobiliteitstransitie met elkaar te gaan realiseren. En integraal ontwerpen is daarvoor noodzakelijk. En daar kom ik zo meteen op terug. Maar eerst even een moment om mezelf voor te stellen. Dus het klopt, het scherm staat even uit. Ik ben Rianne Roeleveld. Pascal introduceerde het net al. Team Mobiliteit en Ruimte bij Goudappel. En hou me veelvuldig bezig met echte, ja, de langere termijn toekomstvisies op het vlak van mobiliteit en ruimte. En daarin vind ik echt die OV-knooppunten onmisbare schakels en met name het integraal beschouwen van deze knooppunten. Om terug te komen op jullie eerste vraag die ik aan jullie stelde, heb ik er zelf ook een antwoord op. Mijn favoriete knoop is Delft. Een plek waar ik ook gestudeerd heb, waar ik ook graag kom. Maar ook Delft is voor mij een station waar ik echt graag verblijf. Ik heb hier even een foto hoe je staat in de stationshal, voor de mensen die er wat minder vaak komen dan ik. Maar het is overzichtelijk. Ik zie of mijn trein vertrekt. Ik zie of mijn bus al aankomt. Het is schoon. Het is helder. Ik kan koffie halen. Maar als ik door dat glas heen kijk, heb ik ook nog steeds die referentie met die oude stationsgebouw. En links over mijn schouder, jullie kunnen het niet zien, maar links over mijn schouder kijk ik door die glazen wand heen en zie ik de binnenstad. Ik zie gelijk waar ik naartoe moet lopen. Dat is voor mij Delft. Maar dat was niet zo toen ik begon met studeren. Toen zag Delft er zo uit. Sober, doelmatig en echt nog functioneel ingericht als een OV-knoop, als een overstapstation. Naast dat het invulling gaf aan die overstapfunctie, vormde het wel in zijn stedelijk weefsel echt als een barrière. Je kent het wel, de Delftenaren zeiden namelijk, woon je in het centrum van Delft of woon je achter het spoor? Ik woonde achter het spoor en dit was mijn verbinding om iedere dag onder dat spoor door te gaan naar die TU. En ik fietste hier 2-3 keer per dag. Maar dat is natuurlijk niet het station waar ik het over had toen ik jullie wilde vertellen. Goh, waar kom ik nou graag? Want dat is dit. Het nieuwe station, het nieuwe beeldmerk van Delft. Echt een nieuw stadscentrum. Het stadhuis is er ook in gevestigd. Echt en ook een entree geworden voor Delft. Dus je komt daar aan en je denkt, dit is Delft. Het is dus, wat ik zeg, een effectief overstapknooppunt. Het is goed ingebed in zijn stedelijke omgeving. Dus waar die barrièrewerking onder dat kleine tunneltje door er net nog was, loop je nu met plezier langs dat OV-knooppunt. Het is een plek geworden waar flink ruimte was om te verdichten met de spoorzone van Delft. En er is ook nog eens ruimte gehouden voor de toekomst, namelijk programma Hoogfrequent Spoor voor de echte verkeerskundigen onder ons. Er is ruimte om nog die spoorverdubbeling tussen Rotterdam en Den Haag te gaan realiseren op termijn. Deze spoortunnel is nu nog niet in gebruik, maar dit is dus echt op termijn. Het gaat dus eigenlijk om 2 schaalniveaus. Enerzijds dat netwerk, die inpadding in die stedelijke omgeving en de toekomstvast ontwerpen voor die spoorverdubbeling bijvoorbeeld. En anderzijds het echt die postzegel ontwerpen van die OV-knoop. Maar wij verkeerskundigen denken vaak vanuit het thema mobiliteit. Matcht dat wel? Kunnen we wel goed overstappen? Wat zijn de wachttijden? Maar het gaat hier ook echt om een plek om te verblijven en die ruimte. En het gaat uiteindelijk om die balans tussen die 4 kwadranten. Oh, één moment. Het gaat dus echt om het netwerk. En het netwerk is niet alleen OV, hè? Dat netwerk is ook het autonetwerk. Dat zijn ook de fietsverbindingen die ze in Delft hebben te weten realiseren. Dat zijn ook de loopverbindingszones naar het centrum. Dat netwerkniveau op het ruimtelijk vlak, dat gaat echt over die inbedding in die stedelijke weefsel. En het tegengaan van die barrièrewerking. Die knoop gaat over, oké, ik ben er met mijn fiets. Waar kan ik hem dan stallen? En kan ik dan vanuit de fietsenstalling makkelijk op het treinstation komen? En die laatste onderin, die locatie en die belevingsfactor, dat gaat echt over hoe ervaar ik het. Is het ingericht op mijn doelgroep? Ik als reiziger, kan ik daar voor mijn woon-werkverkeer of recreatief verblijven? Even een voorbeeld. Delft, zagen we al, is gerealiseerd. Wat mij betreft een succes. Dit is Laan van Nieuw-Oost-Indië, vergelijkbaar station. En hier zijn ze nu mee bezig.
CID wordt flink bijgebouwd, verdicht. Netwerkpositie hebben we in het vizier. Wat is de relatie ten opzichte van Den Haag Centraal? Maar ook hebben ze aandacht hier om deze plek, zoals we kunnen zien, een prettigere plek te gaan maken om te verblijven. We hebben station Sassenheim. In tijden van mobiliteitstransitie is een goed functionerende PNR natuurlijk super gewenst. En hier was eigenlijk de PNR de aanleiding om goud op een vraag te stellen. Namelijk, ja, wat gaan we nou doen met dit station? Ze hadden eerst één laag. Nou, die stond vol. Hebben ze een tweede laag bijgebouwd. Oké, en nu staat die weer vol. Terwijl de omgeving graag invulling wil geven aan dat woon-werkverkeer, staat die PNR continu vol. Hoe kan dat nou? Het blijkt een super interessante plek te zijn voor de lange reizigers op Schiphol. Het is namelijk een stuk goedkoper daar om te parkeren en dan de trein te pakken dan die parkeertarieven bij Schiphol te bepalen. Hier is dus ook een langere termijn visie nodig om daar goed antwoord op te gaan geven. Aan welke reiziger wil je nou in de toekomst antwoord gaan geven? Want wat mij betreft, goed signaal dat die PNR vol staat en dat de mensen de trein willen pakken. En dan hebben we nog als laatste een busknoop. Totaal onder schaalniveau zou je denken, maar ook deze knopen zijn onmisbare schakels om die mobiliteitstransitie te gaan realiseren. Je kan hier op een schut staan. Dat is al heel lekker. Je staat niet in de regen, je staat niet in de wind. Maar als Heinenoord, dit is Heinenoord trouwens, een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van Hoeksche Waard. Als je deze echt een extra invulling wil gaan laten geven in je mobiliteitstransitie, dan kan je erover nadenken om dit ook toch maar meer body te gaan geven. Om niet alleen maar die must-reizigers hier een plek te gaan geven, maar ook dus echt te zorgen dat mensen hier willen komen. En dat ligt op dat ruimtelijke vlak in de omgeving, op die locatie zelf, naast het invulling geven aan de mobiliteitskant. Nou, dat is eigenlijk mijn verhaal, namelijk OV-knooppunten zijn de sleutels om te komen tot de mobiliteitstransitie. Maar, wat ik al zei, integrale benadering is hiervoor noodzakelijk. En iedere knoop heeft zijn eigen verhaal. De oplossing van Delft past niet op die van Laan van Nieuw van Nieuw-Oost-Indië. En de oplossing van Sassenheim past niet op die van Heinenoord. Dus kijk naar de locatie, kijk wat er nodig is, maar beschouw het vanuit alle invalshoeken. Het gaat er namelijk om dat we aantrekkelijke in-, uit- en overstappunten gaan maken, waar we niet alleen maar de mensen die gebruik moeten maken van het OV naartoe trekken, maar dat we daar meer mensen naartoe gaan trekken. En op die manier denk ik dat we gaan komen tot de mobiliteitstransitie. Nu is mijn vraag aan jullie. Welke knoop is in jouw omgeving aan de beurt? Ja, dat was het. Nou, Rianne, dankjewel. Ik vond het echt een leuk verhaal, want ik ken jou. Ik weet, je hebt verstand van in- en uitstappers, programma hoogfrequent spoor. Maar wat het leuke is dat je vanuit die technische kennis kan bijdragen aan het maken van plekken voor mensen. Dus in die zin past het hartstikke goed in het thema. Dus, goed om te horen. Leuk. Nou, we gaan zo meteen jouw vragen stellen. Maar we gaan eerst naar een volgende onderwerp. We gaan naar de Noorderwierweg in Amersfoort. En ik wou Arjen Jansen naar voren vragen. Hij is projectmanager bij de gemeente. Waar het zo net in Arnhem wat meer ging over echte inhoud, gaat Arjen wat meer vertellen over het proces met de inwoners en de winkeliers in dit gebied. Want hij vertelde mij in het voorgesprek ook, het is echt een kwestie dat mensen bijna niet meer durven te fietsen daar. Dus het gaat ook hier weer over sociale inclusie. Dus ik wil hierbij het woord geven aan jou. Ja, dankjewel Christian. Ik geloof dat ik erg moet gaan staan om in de verbinding te maken met het online publiek. Oké. Goed, mijn naam is Arjen Jansen. Ik werk bij ProCap in Utrecht en ik ben ingehuurd als projectmanager voor het stationsgebied in Amersfoort. En bij die uitvraag voor dat projectmanagement voor het stationsgebied had de gemeente ook een andere vraag, namelijk een groot issue in het Soesterkwartier. Een typische wijk met allemaal verschillende soorten doelgroepen en subdoelgroepen. Daar zitten ook mensen nog gewoon voor in de tuin. Maar dat doe ik zelf ook. Hè. Dus ik voelde me ook wel op mijn gemak om zeg maar, in zo'n diverse wijk aan de slag te gaan. En dat issue kwam eigenlijk omdat de Noorderwierweg gaat over hebben. Al langere tijd als onveilig werd ervaren, hoog op de lijstje staat van verkeersonveiligheid. Het is de
heetste straat in temperatuur van Amersfoort. En ook precies het laagste punt op, zeg maar, het laagste punt van de Utrechtse heuvelrug waar het overgaat van de heuvelrug af. En de gemeenteraad had in 2019 een motie aangenomen van nou, ga eens aan de slag met de mensen in de wijk om de Noorderwieweg veiliger, groener, duurzamer, aantrekkelijker te maken. Eigenlijk het filmpje over de Velperweg zou je ook voor 90% op van toepassing kunnen verklaren op Noorderwierweg. De hele gelijke materie. Maar hoe ga je met die mensen aan de slag? Nou, vervolgens gebeurde eigenlijk een jaar niks. En heb je eigenlijk een situatie in de zomer van 2020 in de lockdown, dat je een boze buurt hebt. In de omgeving gebeurt van alles. Allemaal grootschalige inbreidingsprojecten, zoals Wagenwerkplaats, langs Eemenspoor. En in de Soesterkwartier gebeurt er, naar het idee van de bewoners, helemaal niets. Hè. Aan hun wordt niet gedacht. Dat was, zeg maar, even de emotie waar je mee begon. En hoe krijg je dat in de lockdown, want daar zaten we toen in het voorjaar van 2020, dan omgedraaid, dat je met de wijk aan de slag gaat om eigenlijk van een barrière die de Noorderwierweg is, dwars door deze mooie wijk in Amersfoort, om juist meer verbindend te laten zijn. Dus niet alleen nadenken over de biodiversiteit, klimaatadaptatie, verkeersveiligheid, maar dat je ook het noorden en het zuiden van de wijk, die toch al grote verschillen kennen in inkomensniveau, in typologie van de huizen, dat je eigenlijk die weg en ook de functies aan de weg gebruikt om ook ontmoeting te organiseren en te zorgen dat die weg verbindend wordt in plaats van een barrière waar mensen niet over durven te steken en niet overheen durven te fietsen. Want die feedback kregen we ook terug, dat mensen expres allerlei andere routes door de stad nemen om deze weg maar te vermijden. Even de illustratie, het is niet zo'n drukke weg als de Velperweg, ongeveer 6000 motorvoertuigen per etmaal op deze weg, maar wel met een winkelhart aan de weg. Een paar plaatjes om te laten zien hoe het er dan uitziet. Dit is in de lockdown genomen, deze foto's, door Marco volgens mij. Dus hij is wat rustig, maar stenig. Er staat geen boom meer die er vroeger wel stond. Het is niet prettig voor fietsers. Hoge snelheden pieken tot 80, 85 kilometer per uur, waarmee er overheen wordt gereden. Lage sociale veiligheid in de avonduren. En hier bij de winkels, je hebt nauwelijks in de gaten dat er ook winkels zijn. De interactie tussen de weg en de omgeving is bijna volledig doorgeknipt. Dus naast die thema's die ook eerder vandaag aan de orde zijn gekomen, is ook het winkelklimaat. En hoe zorg je nou een balans dat mensen die s'nachts een nachtdienst hebben in het ziekenhuis of in de fabriek werken en dus wel degelijk ook van de auto afhankelijk zijn. En hoe zorg je dan dat je dat wel in balans maakt met dat de druk door van die auto, de dominantie van de auto op deze plek, dat je die in evenwicht weet te brengen. Nou, dit is een plaatje van 1930. En dit is een beetje donker, maar dit is hoe het er dus nu uitziet. Dus je ziet in analogie met ook de Velperweg onder andere, dat je ook de historie, hoe het historisch ooit uitzag, heel mooi als inspiratie kunt gebruiken voor je toekomstige ontwerp. Nou, de ambitie is om in plaats van een doorgaande weg voor auto's, het veel meer een woonstraat te laten zijn waar auto's te gast zijn en waar auto's ook geattendeerd worden van hey, ik kom hier in een bijzondere aantrekkelijke omgeving, ik ga rustiger aandoen. Het is echt ook met inrichting het gedrag van de automobilist zien aan te passen, waardoor het veel aantrekkelijker wordt voor de fietser en de wandelaar om er te verblijven. En als je dan toch aan de slag bent met die verkeersveiligheid als aanleiding, ook meteen de problemen van hittestress, van klimaatadaptatie en ook die barrièrewerking meteen ook aanpakken. Maar die integrale benadering, die hebben we zo gevisualiseerd en die was ook van belang om ook, zeg maar, de uitvraag, de gemeente Amersfoort is een regiegemeente, vraagt voor veel van dit soort opgaven ook hulp in. Nou, in dit geval heeft Goudappel het schetsontwerp gemaakt, maar hoe benader je nou zo'n uitvraag? Dit is geen verkeerskundige uitvraag, het is een integrale uitvraag. Dus alleen op de mindset en ook bij de bewoners is dat je het vanuit verschillende thema's gaat benaderen. Overigens, nog een voordeel is dat je met zo'n plaatje ook makkelijker kunt lobbyen voor allerlei subsidies op andere deelterreinen, zeg maar eerlijk erbij. Hoe zijn we begonnen? En dat is eigenlijk, ja, met sorry.
Dus als je met bewoners aan de slag gaat en je hebt een opgave een jaar lang laten liggen, begin je met sorry, het duurde te lang. Maar dan gaan we rechtzetten. En dat was heel belangrijk om ook dat stap van vertrouwen weer te herwinnen. Want we merkten, als je dat niet doet en om de hete brei heen blijft draaien, van, ja, allemaal excuses zoeken van waarom het zo lang duurde, daar kom je er niet mee. Gewoon, sorry, heeft te lang geduurd, maar we hebben nu een idee dat we op een goede manier vooruit kunnen. En dat schiep heel veel mentale ruimte, dat bewoners niet tegenover je blijven staan, maar bereid zijn stapje bij stapje. En vertrouwen komt te voet en gaat te paard. Dus dat vergt wel een lange adem, maar dan gaan ze naast je staan. En we hebben in de eerste paar maanden, zo tussen september 2020 en januari 2021, van vorig jaar dus, niks op papier gezet. Ze zijn begonnen met rolverdeling, taakverdeling, beslisverdeling. Dus wat is co-creatie? De opdracht was co-creatie. Leuk woord, maar hoe ga je dat operationaliseren? Wat betekent dat? Wie doet dan wat? En daar hebben we eerst met een werkgroep over gedachten gewisseld, hoe je dat op een goede manier verdeelt. En dat je eerst duidelijkheid hebt over wie wat doet. En dat is ook een goed startpunt om dan ook naar het product te kijken wat je gaat helpen om die ambitie te vertalen. Nou, uiteindelijk heeft de uitvraag ertoe geleid, en daar was ook een werkgroep van bewoners bij. Die hebben ook in een selectiecommissie gezeten, hebben met afdeling inkoop overlegd, dat allemaal juridisch ook kan. Een inkoopproces op maat gemaakt, ook begrijpelijk voor bewoners. Dat heeft geleid tot deze procesgang. En daar was online en fysiek door elkaar. Dus er waren veel toegewezen op online bijeenkomsten. En onze les was vaak en kort. In plaats van een paar langdradige sessies die veel te lang duren, daar haken mensen af. Dan moet je ook flexibel zijn. Dus een van de leerpunten in dit traject was wel beter een paar keer extra, maar kort. In plaats van een aantal bijeenkomsten die te lang duren. Ook mensen die digibet zijn, helpen om ook fysiek een afspraak te maken. Niet iedereen kan die digitale toepassingen aan. En wat we verzagen is dat ten opzichte van een klassieke inloopavond, dat het publiek veel diverser was. Dus veel meer verschillende type mensen uit de wijk kwamen op bezoek in die online sessies. En dat was eigenlijk wel een heel leuk bijkomstig voordeel van het gebruiken van die online toepassingen. Wel belangrijk voorbereiding. Voorbereiding. En die online sessies vragen veel voorbereiding en ook wat doe je daarna? Alles al van tevoren inregelen. En dat was een soort mantra intern in ons projectteam. Nou, dit is een voorbeeld van Mapshare. Mentimeter werd al een keer genoemd. Natuurlijk, Mentimeter, Kahoot af en toe. Wel variëren, niet continu Mentimeter, maar op die manier wel ook variatie toepassen. Niet altijd ook mensen hun zin geven. Participatie wordt vaak verward met, dan moet je naar mensen luisteren. Tuurlijk, doen we ook. Maar een aantal ideeën kun je ook gewoon zeggen, sorry, gaat niet. Dus integraal werken is vanuit allerlei invalshoeken werken, maar niet integraal is niet een verzameling van subjecten in een soort soep gooien en daar een soort middelmaat van maken. Nee, het is ook keuzes maken en soms kunnen dingen niet. En dat hebben we in het proces ook af en toe duidelijk moeten inzetten. Nou, we hebben ook gewerkt met beelden. Dus als je online gaat werken, dat is sowieso ook altijd, ook in fysieke bijeenkomsten prettig, veel met beelden werken. Veel inspiratiebeelden gebruikt om ook mensen te laten visualiseren wat er hier mogelijk is. Ik ga even tempo maken. Dit is wel helder. Nou, dit is dan even het hart van het ontwerp. Waarbij eigenlijk aan de rechterkant en de linkerkant, de oostkant en de westkant, twee entreepleinen. Je ziet eigenlijk even de ontwerpfilosofie, dat je echt een nieuwe wereld benadert. Je wordt geattendeerd, ik kom hier een andere wereld in. En dat je in een rechtsstand van ongeveer 1,5 kilometer een aantal plekken hebt waar je nog een keer wordt geattendeerd, ik moet het automobilist rustiger aandoen. Nou, daarnaast zit hier een hele vergroeningsopgave in, ontkoppeling van hemelwater, allerlei andere thema's die eerder vandaag ook al zijn benoemd. Maar dit is even het hart van het ontwerp. En dat hebben we voorgelegd aan de gemeenteraad. En het leuke is nou, vond ik zelf dan, dat we hebben zelf niks hoeven te communiceren. Dus de bewoners gingen dit plan verdedigen. Dus die zijn naar raadsleden gegaan, naar wethouders gegaan. Dit is een goed plan. Dus het grappige is, ik heb werkelijk nul bijdrage geleverd aan
alle informatiebijeenkomsten voor de gemeenteraad. Omdat bewoners naast je zijn gaan staan en ook gaan meehelpen om het plan voor elkaar te krijgen. Nou, nog een schitterend plaatje wat even een indruk geeft van wat het idee hier is. Nou, nu. En dit zou het dan in de toekomst moeten worden. Nou, aantal leerpunten. Ik heb volgens mij nog 30 seconden als ik goed naar Pascal kijk. Online. Kort en vaak in plaats van weinig en lang. Veel diverse doelgroepen kregen we door online. Ook bij co-creatie die interne organisatie goed voorbereid, die krijgt een andere rol. Dat weet je van tevoren dat soms tot spanning kan leiden. Hè. Niet voorschrijven, maar dat bewoners krijgen soms het eerste woord en ook wel het laatste woord. Ja, hoe ga je daarmee om? Dat vergt gewoon een heel goed gesprek ook met je interne organisatie om die strategie goed uit te rollen. En het laatste punt, het gezamenlijk communiceren van de werkgroep van bewoners en de gemeente was echt goud waard. Zij konden echt hun eigen kanalen inzetten om de mensen te bereiken. En als de afzender bewoners zijn en niet de gemeente, dan gaan die bewoners ook heel anders ook die informatie lezen en interpreteren. Gingen dingen natuurlijk ook niet goed. Het risico van integrale benadering is wel dat je in qua financiën te snel in het laadje kan komen. Oeh, hebben we hier wel geld voor? En daar moet je goed die verwachtingen kan zien. Want het is niet duur, er zit alleen meer in. Maar goed, dat is elke keer wel goed uitleggen dat zo is. Cessa. Dat is Frans, hè? Ja, dankjewel, Arjen. Het was prachtig mooi binnen de tijd. Ja. Dus dankjewel om erop te letten. Heel interessant verhaal, vooral hoe dat je met participatie zoveel stappen kan zetten, dat je een project zo goed aanpakt van het begin, dat je eigenlijk op het einde helemaal geen moeite meer hebt om het goedgekeurd te krijgen. Dus vind ik mooi om te zien. En het deed me ook een beetje denken aan wat Ines daar straks vertelde. Ontwerpen voor de mensen die daar zijn, doe je met de mensen die daar verblijven en die ruimte gebruiken. Dus dank je wel. Dan hebben we nu ongeveer een kwartier tijd voor vragen. Dus ik wil graag Rianne terugroepen. En ik denk dat Doreen, ja, voilà, die gaat de vragen beantwoorden. En dan kan Christian eerst terug de zaal in, denk ik. En dan ga ik weer even online kijken of er vragen binnenkomen. Nou mensen, wie trapt eraf? Ja, kom naar u toe. Graag even voorstellen en dan... Ja, ik ben Koos van Zanen. Ik ben planoloog bij de gemeente Amsterdam. Ik heb een vraag eigenlijk zowel de casus Arnhem als de casus Amersfoort. Prachtige casussen overigens, mooie plannen. Verwachten jullie nou ook een verandering in de modal split? Dus dat het autoaanbod ook echt substantieel gaat afnemen. En dat bijvoorbeeld veel meer ja, de fiets of desnoods de e-bike gaat pakken. Omdat dat, ja, je weet, asfalt, aanbod, schept vragen auto's. En in dit geval zou je juist andersom verwachten, ja. Of hopen. Ja. Nou, in het plan zit een reductie van 7% van de parkeerplaatsen. En daar was ik van tevoren nog op bevreesd van, oh help, gaan parkeerplaatsen afpakken. Dat gaat een probleem worden bij de besluitvorming. Maar nou ja, omdat dus die werkgroep dat ook ging verdedigen, werd het eigenlijk helemaal geen probleem. Wat we ook doen is investeren in goede fietsvoorzieningen. Dus dat mensen ook echt daadwerkelijk wel goede alternatieven bieden. En de berekeningen van het verkeersmodel geven aan dat als je dit op deze manier inricht, dat ongeveer 15-20% van het autoverkeer een andere weg gaat zoeken. Maar daarmee heb je natuurlijk nog niet een model split op stedelijk niveau natuurlijk gewijzigd. Maar je ziet wel dat op deze manier inrichten het voor deze specifieke weg effect gaat sorteren. En hoogstedelijk is er een veel omvangrijker programma nodig. En dat is en wordt ook verder opgebouwd. En mag ik vanuit Arnhem nog... als ik kijk, dan hebben we nog niet zeg maar, de hele doorrekening van wat gaat het uiteindelijk brengen. We zien wel bijvoorbeeld voor het hoogwaardige openbaar vervoer dat onze maatregelen ervoor zorgen dat die bus er sneller doorheen kan. Dus we hopen in ieder geval mensen dat ze gebruik gaan maken van het openbaar vervoer. En daarnaast door het gewoon een aantrekkelijke route te gaan maken, verwachten we gewoon, en een veilige route, want de fietsers fietsen nu echt niet veilig over de Velpenweg, verwachten we gewoon dat mensen echt meer de fiets gaan pakken. En we gaan het wel meten in ieder geval, wat de resultaten zijn. Ja. Er komen wat vragen binnen. Boudewijn Bach, in rust docent verkeerskunde Stedenbouw Universiteit Delft. En ik heb een vraag over de Velperweg.
prachtige toepassing van het gereedschap wat we al heel lang hebben en te weinig gebruiken. Heel mooi integraal. En dan spits ik toe even op de stiptheid en de regelmaat van het openbaar vervoer. Heel essentieel. En dat gaat ook over hele kleine dingetjes soms. Nou, de Fransen durven het aan om bussen of trams rechtdoor te laten rijden over een rotonde. Nou, hebben jullie een rotonde? Ja, die kan je natuurlijk hartstikke mooi groen gaan maken. Iedere boom erbij is waardevol. Maar je kan een paar bomen minder doen en dan kan de bus rechtdoor rijden. Het gaat over seconden, maar dat is in openbaar vervoerwereld heel belangrijk. Daar heb ik graag een reactie op. We hebben er niet voor gekozen om de bus rechtdoor te laten rijden. We hadden eerst een keurige rotonde liggen en dat is wel heel mooi met het vliegwiel om met de landgoedeigenaren in gesprek te gaan, in dit geval Bronbeek. We wilden Bronbeek weer volwaardig aan laten sluiten, want het is nu een soort appendix aan het kruispunt. Hebben we gekeken, kunnen we die rotonde niet wat opgerekter gaan maken, waardoor eigenlijk de lange lijn van de HOV toch nog vrij rechter doorheen kan. Het moet wel iets beweging, maar iets minder dan die hele heftige rotonde. Dus daar hebben we wel naar gezocht, maar het is niet dat de bus rechtdoor kan, want we willen ook die rotonde eigenlijk de plek maken om Bronbeek weer te presenteren, een koninklijke status te geven. Dus dat gaan we op die plek doen en niet de bussen daar de plek geven. Misschien nog een korte vervolgvraag dan. Waarom zou u graag willen dat die bus rechtdoor rijdt daar? Dat heet het vak, doet hij het? Ja. Dat heet het vak stiptheid en regelmaat. Het openbaar vervoer gaat echt over seconden. Maar haar oplossing is een redelijke optimalisatie. Want als die bus dus minder hoeft uit te zwenken en terug te zwenken, heb je toch gauw 2 seconden verdiend. Dat is echt van belang in openbaar vervoerland. Okay. Ik kijk eventjes met een schuin oog ook naar Pascal. Heb jij al vragen of zal ik eerst nog naar de zaal gaan? Wat wil je het liefst? Ik zie daar nog een hand omhoog gaan, zullen we die doen. En er zijn ook wel een aantal vragen online binnengekomen. Oké. Nee, zeker niet. Dat mag nooit. Dat heb ik geleerd. Oké, ik ben Puk Boer. Ik werk bij de vervoerregio Amsterdam. En ik heb een vraag over de OV-knooppunten. Ik ben niet goed bekend met de ruimtelijke omgeving van de PNR Sassenheim. Die was volgens mij. Je zei, weet je ook, ik ben blij dat er steeds meer mensen naartoe reizen. Er is inmiddels een nieuwe verdieping op de PNR gekomen. Maar wordt er ook gekeken of er andere modaliteiten kunnen worden aangetrokken om gebruik te maken van het station om bijvoorbeeld naar Schiphol te gaan? En moet er niet ook alleen op de auto worden gefocust? Of hoe doen jullie dat? Zeker. Oh, ja, kijk, mijn microfoon staat aan. Dat moest ik eerst even checken. Zeker, de aanleiding was niet per definitie de PNR. De aanleiding was gewoon echt van laten we die knoop eens integraal bekijken. En daar kwam dit dus in de analyse van de huidige situatie, kwam dit naar boven als een hele belangrijke vraag. Maar inderdaad, we hebben ook gekeken naar de netwerkkwaliteit van het openbaar vervoer, van die fietsverbindingen. En volgens mij moet dus nader beschouwd gaan worden wat de rol is ten opzichte van Schiphol op het vlak van parkeren. Inderdaad, zeker. We hebben hem dus nader beschouwd. En ook dus met nog mogelijke verdichtingsmogelijkheden. Nou, niet mogelijkheden, kansen voor verdichting en het inrichten van die knoop. Ja. Ik ga heel even. Of is het een vervolgvraag op de OV-knooppunten? Dat is een andere vraag. Dat is een andere vraag. Nou, gaan we eerst naar Pascal. Eerst even naar de online mensen, die mogen we niet vergeten. Eén vraagje voor Arjen, voor Amersfoort. Een vraag rond het participatieproces. Zijn echt alle wensen van de bewoners meegenomen? Of zaten er echt onmogelijkheden, enorme tegenstrijdigheden in? En dat is een vraag van Michiel van Dongen. Ja, 2 dingen zijn niet doorgevoerd. Een deel van de wijk wil juist meer parkeerplaatsen. Nou, dat komt er dus niet als het goed is. En men wilde eigenlijk heel graag in het midden een nieuwe bomenrij. Maar daar ligt het hoofdriool. We willen ook ruimte reserveren voor eventueel warmtenet. Ik weet niet of het nog komt, maar die ruimte willen we eigenlijk vrij houden. Ze hebben wel uitgelegd dat echt een wens is die we beter niet kunnen doorvoeren. Ja, en ik ben dan nog wel benieuwd, want als je daar dan weerstand op ontvangt, ja. Hoe ga je daarmee om? Is dat iets van, je hebt dat vertrouwen nu gewekt en dan begrijpen mensen het ook wel? Of ervaart je toch nog wel moeilijke gesprekken en weerstand? Als er een goede reden is, dan kun je het ook simpel uitleggen en dan wordt het vaak wel geaccepteerd. Ja, ja. En als je andere dingen wel overneemt, dan snappen mensen echt wel dat je niet 10 van de 10 wensen kunt overnemen. Dat snapt iedereen. Ja, mooi zo. Dankjewel. Even kijken. Ik zie ook nog een vraag voor de Velperweg.
Dit is een vraag van Bas van den Hurk. Hoe is er ruimte voor circulariteit in de herontwikkeling van de Velperweg? De ruimte voor circulariteit. En dan bedoel je met name... Ik heb geen, dat is het moeilijke van de online vragen. Ik kan niet meer richting gegeven worden, want circulariteit is natuurlijk wel heel breed. Ja, het zit inderdaad in de presentatie. We nemen het wel mee met de uiteindelijke uitwerking, met de toepassing van de materialen. Mm-hmm. Daar kijken we heel erg naar. Maar ja, zoals jullie zagen, het is echt op dit moment een ambitieschets. We zijn volop in de keukentafelgesprekken en proberen het steeds groter en onze ambities misschien zelfs op te schroeven in plaats van te verlagen. En dan zal daar ook meer aandacht bij komen of voorkomen in de uitwerking. Ja, dus ik onthoud, er zal zeker ruimte komen voor circulariteit. Ja. Ja. Mooi. Zullen we nog eens in de zaal kijken? Ja, gaan we even naar de zaal. Stel je vraag. Marcel Toussaint van APPM. En de afgelopen periode veel in Rotterdam gewerkt. Onder andere projectleider van de Rotterdamse mobiliteitsaanpak. Dus we hebben echt de mobiliteitsstrategie hebben gevormd. Of de mobiliteitstransitie eigenlijk voor de komende 10 jaar. Om de auto wat meer uit de stad te krijgen. En de fietser en het OV en de voetganger meer. En daarbij was eigenlijk ook het leidmotief was vooral veiligheid. En wat we daar wel hebben gedaan is, eigenlijk zie je 2 dingen die onveiligheid veroorzaken. Dat is 50 km per uur rijden en dat is veel gemengd verkeer. Dus eigenlijk op de Koolsingel kun je nu eigenlijk zien wat Rotterdam ook doet om dat proberen anders vorm te geven. Dus daar zijn gewoon autostroken eruit. Een heel groot fietspad is daarvoor teruggekomen, midden in het hart van de stad. Hebben jullie ook bijvoorbeeld bij die Velperweg overwogen om een deel van die modaliteiten op bepaalde delen van die straten bijvoorbeeld gewoon uit te gooien? Om meer ruimte te maken bijvoorbeeld voor die fietser ten koste van de auto of ten koste van het OV? Of om die verkeersveiligheid te vergroten en eigenlijk ook die schaarse ruimte die je hebt. Dus onder minder ruimte of minder gebruikers van de mobiliteit te verdelen eigenlijk. Ja. Nou, de Velperweg is begonnen als een mobiliteitsvraagstuk. Dus het moest verkeersveilig worden voor onder andere fietsers. En de HOV moest er winst op hebben. Dus het terugbrengen van de snelheid van de HOV, dat zat er even niet in. Waar we wel naar kijken is naar bepaalde plekken waar heel veel nog parkeerdruk is. Of naar veel parkeerplaatsen zijn, maar de druk misschien niet zo hoog is. Om te kijken van kunnen we daar nog wat transformeren en ruimte vinden om meer ruimte te bieden voor het fietspad en voor een goede wandelstrook. Dat wel. Meer vrijliggende fiets in. Ja. Ik vond de vraag wel leuk, hè? Want je kan de opgave Velperweg oppakken als een soort ontwerpopgave. Maar wat ik ook een beetje proef is van, misschien kun je nog een hogere ambitie bereiken als je ook nog gaat kijken, het beïnvloeden van de hoeveelheid stromen. Hè? Dus dat je bepaalde stromen juist gaat veranderen en dat je daarmee weer heel andere ontwerpmogelijkheden hebt misschien. Wat dat spannend maakt is dat je dan keuzes moet maken. Hè? Dat is met name zeker bestuurlijk best wel eens lastig. Maar dan heb je misschien wel echt een renaissance te pakken. Ja, we kijken graag naar Rotterdam daarin. Hoe jullie dat oppakken. Ja. Oké, nog andere mensen? Ik zie hier nog een vraag. Ja, Christian komt eraan. Ja, nee, de bussen heb ik er niet meer over. Ik ben nu bij het station. Station Rotterdam. Een klein stukje geschiedenis wat jullie niet kennen. Er is een ontwerp daarvoor geweest. Dat was een Alsop, Londense architect. En dat had voor het station, dus op het Weena, had het flats, hele grote hoge flats, die dus licht en lucht op het stationsplein hielden. Ik heb eraan meegedaan om dat plan af te wijzen. En waarom? Omdat hij het in het station een vele lagen had gemaakt en dan verdun je de voetgangersstroom. Het heeft het dus niet gehaald, maar daardoor zijn die flats ook weggevallen. Nou, de vraag... zou het zin hebben om zulk soort flesachtige, een soort van superpaalwoningen à la Blom, een kleine voet, die gaat flink naar boven, zodat de openbare ruimte dus licht en luchtig blijft, en daarboven mensen toevoegen aan de openbare ruimte vlak bij het station. Dus openbaar vervoer, knooppunt, microverdichting. Zou daar ruimte voor zijn in Nederland? Ja, dat denk ik zeker. En zeker met de invalshoek dat ook die verblijfskwaliteit op de Weena, wat je schetst, dat daar meer licht, het comfortabeler is om ook gebruik te maken van die verbinding naar die stad toe, zie ik daar zeker kansen toe. Combinatie dus van en verdichten dicht bij de knoop en dus die verbindingskwaliteit die stad in hoog houden, daar zie ik zeker
Volgens mij is dat een basisbeginsel om die OV-knopen goed te laten functioneren. Is goed. Kom zeker in de pauze even naar u toe. Ik heb misschien nog een aanvullende vraag voor Rianne, nu we toch rond OV-knopen bezig zijn. In hoeverre is er een verschil in de aanpak van een groot station en net een kleiner station of een bushalte? Geen, is mijn beschouwing. Er zit geen verschil tussen, want je zal ze altijd vanuit alle invalshoeken moeten beschouwen. Dus de aanpak kan denk ik hetzelfde zijn. Nou, denk ik, dat geloof ik ook echt. De uitwerking zal op iedere knoop anders zijn. Ja. Als die maar past in zijn omgeving. Maar wel, in die uitwerking moet weer antwoord op alle vier die kwadranten gegeven worden. Ja, dat is heel duidelijk, denk je wel. Oké, we hebben nog een vraag uit de zaal. Stelt u zich even voor. Ik ben Toon van der Horst. En ik werk sinds ik bij Goudappel weg ben voor mezelf. Ik heb een vraag aan Arjan. En met name over of hij nog iets meer wil zeggen over het participatieproces. Hoe hij het voor elkaar gekregen heeft dat die bewoners zelf het college en de raad hebben geïnformeerd. Want dat begrijp ik eruit. En wat zijn ervaring is met de vertegenwoordiging in de klankbordgroep of een denktank. Met de andere bewoners in de buurt. Want vaak loop je er tegenaan dat je denkt dat die mensen de mening van de buurt vertegenwoordigen. Maar dat kon nog wel eens erg tegenvallen soms. Ja, dat klopt. Hè. Dus dat merk ik. Het Soestse kwartier bestaat niet. Allemaal verschillende mensen. In de werkgroep was eerst een opinie van wij vertegenwoordigen de wijk. En toen dacht ik, oei, dit is wel een lastige. En ik heb ook even wat vragen zelf. Okay, is het toch niet verstandig om toch de wijk met al zijn geledingen de kans te geven input te leveren op dit proces? En daar zijn ze zelf over gaan nadenken. En uiteindelijk ook zelf, zeg maar, op basis van gesprekken met de gemeente, ingestemd om toch ook al, hadden ze het gevoel, hè, we zijn al zo lang aan het wachten, toch ook de wijk op te zoeken. En tussentijds monitoren van, hey, zijn jullie goed vertegenwoordigd? Het is wel zo dat in zo'n werkgroep het moeilijk is om... Kijk, ik wil altijd kinderen ook in werkgroepen hebben. Nou, dan moet je wel echt naar basisscholen toe bijvoorbeeld. Dus daar waar je doelgroepen niet weet te bereiken, ga er gewoon zelf naartoe. Dat is eigenlijk dan de meest praktische oplossing. Nou, kijk... En dat hangt een beetje af welke bestuurder. Je ziet, omdat het al zo is opgelopen, het probleem moet wel worden opgelost. Het staat al lang op de agenda, dus je merkt wel van oké, jongens, we gaan nu wel een keertje voor elkaar boksen. Het geld is nog wel een issue. Dus we zijn ook hard op zoek naar financieringsmiddelen. Maar bestuurders zijn er wel achter gaan staan. Ook omdat gewoon de werkgroep met de wijk gewoon het plan gaat verdedigen. En ja, vinden bestuurders toch lastig om dan te zeggen van ja, dit gaan we maar eens een keer niet doen. We hebben nog tijd voor één vraag. Ik zie daar een hand omhoog gaan. Ja, ik zit even te twijfelen. Ik loop even om. Moet u stappen halen voor vandaag, hè? Even kijken. Ja. Huus Kruisen, provincie Noord-Holland. Ik werd eigenlijk getriggerd door de plaatjes uit Arnhem, waar de bovenleiding schitterend door de bomen liep. Hoe wordt de onderhoudbaarheid en de beheerbaarheid straks, beheersbaarheid van heel de plannen meegenomen? Want een bovenleiding tussen bomen, ja, dat gaat op een gegeven moment niet. En je zag het al in de tekeningen, dat ze echt dwars doorheen liepen. Dat is mooi. Maar hoe gaat het eigenlijk, hoe wordt het onderhoud? Dat geldt eigenlijk ook... Ja, misschien net zo goed. Je hoort alles over de inspraak. Maar hoe wordt gezorgd dat eigenlijk het ook zo blijft? Ja, de bovenleidingen van de trolley bedoelt u. Ja. Op dit moment hebben we natuurlijk overal in Arnhem die trolleys en de bomen daar ook. Dus daar vindt gewoon algemeen beheer op plaats. Waar we wel naar kijken is in deze, de positie van de trolleyleidingen gaan op een andere plek komen te staan. Dus die kunnen we gaan verplaatsen. En dan gaan we ook in het kijken met de boomvormen. Eigenlijk ga je al kijken van ja, welke type bomen ga je daar nou straks neerzetten. Niet alleen boomvormen, ook klimaatadaptief. En dan ook beheer. Hoe ziet dat eruit in de toekomst? En wat willen we daar? Ja, wat verwachten we van dat beeld?
Dus dat is wel een onderdeel waar we op dit moment echt mee aan het stoeien zijn. Ja. Dankjewel. Het is bijna 3:15. Ik krijg hier een thumbs up voor de timing, dus het gaat hier goed vandaag. Wij gaan richting pauze, dus ik wil jullie heel erg bedanken voor jullie presentaties, voor de beantwoording van de vragen. En ik denk dat we jullie ook terugzien in de workshops vanmiddag. Dus als jullie willen verder praten, dan kunnen jullie straks nog bij hen terecht. Dank jullie wel. En dan gaan wij hier in Amsterdam verder na de pauze. We hebben ongeveer een 30 minuten pauze. De pauze zal nu in de foyer plaatsvinden. Waar die is, dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar jullie worden daar naartoe begeleid. En voor de online mensen zit het programma er eigenlijk op. Die gaan niet meer verder aansluiten voor de workshops. Maar we houden de speed dating app en knop nog even open. Dus praat ook vooral online nog even na. Neem er misschien een snackje en een drankje bij dat we jammer genoeg ook niet bij jullie thuis hebben kunnen leveren. Maar we jullie hopelijk wel thuis hebben staan. En ga nog even samen met elkaar in gesprek. Jullie krijgen ook een verslag toegestuurd, denk ik, en een aftermovie. Ik zie hier weer geknik. Dus als jullie nog interesse hebben om te kijken wat er vanmiddag in de workshops nog gebeurt, moedig ik jullie aan om daar vooral naar te kijken. Dus dank jullie wel, online mensen. Ik hoop jullie volgend jaar live te zien. Ik vind het een beetje vreemd. Ik zit tegen mensen te praten die ik niet zie. Ik hoop jullie volgend jaar live hier in Amsterdam te zien. En voor de mensen hier aanwezig, geniet van de koffiepauze en tot binnen een 30 minuten. 4:15 hier terug. Dank jullie wel.